Tot een beetje. Lotte Kopecky dat hier start in de omloop van het Hageland, mag ik een kleine verrassing noemen en je hebt het heel laat beslist. Ja, het stond initieel niet op de planning, maar ik wou me uiteindelijk wel graag rijden en er vielen een paar renners weg, dus ja, nou, dat was de keuze wel snel gemaakt. Misschien wel leuk dat je dit kan meepikken, want je bent in heel goede doen, hè? Ja, ik zit conditioneel zeker op traject, dus ja, ik denk dat ik zeker nog wel een beetje koersritme kan gebruiken. Die ploeg SD Works, als je eens naar de deelnemerslijst kijkt, ik denk dat jullie eigenlijk met iedereen hier kunnen winnen vandaag. Ja, dat denk ik ook. En dat is een heel goede troef om achter de hand te hebben. Jullie gaan daar ongetwijfeld een harde wedstrijd van maken, maar het eindigt hier ook vaak in een groepsprint. Ja, kan jij ook wel, hè? Ja, we weten dat hier heel vaak op de sprint eindigt. Maar ik denk dat we ook wel gebaat zijn bij een hardere wedstrijd. Dus ja, we gaan kijken hoe het vandaag loopt. Succes. Omloop van het Hageland en hier heb je al eens gewonnen. Ik denk dat dan leuk is om hier terug te keren. Ja, ik vind dat een hele mooie koers en meestal ook een zware koers. Die toch wel heel vaak in een sprint eindigt. Maar ja, het is altijd mooi om hier in België te koersen. Als je het goed hebt, je hebt hier al 8 keer gestart. Allee, dit is je 8e keer dat je hier start. Waarom kom je altijd terug? Ja, dus, mooi in het openingsweekend. Gisteren natuurlijk het Nieuwsblad gereden. En het is lekker om hier het wedstrijdritme op te doen en weer lekker te koersen. Het is ook goed om in het peloton te leren rijden en alle heuveltjes hier op te gaan. Dus het is altijd een hele goede inspanning en ik vind het gewoon heel leuk om in België te koersen. Wat ritme opdoen, je hebt dat in Spanje ook al gedaan. Daar heb je getoond dat je dat met de vorm wel snor zit. Hè? Ja, het gaat heel lekker eigenlijk. En ik ben heel blij met mijn vorm op dit moment. Dus ja, daar gaan we hopelijk nog iets verder aan werken. De omloop van het Hageland eindigt vaak in een sprint. Toen jij won, was dat solo met een kleine voorsprong. Wat ga je vandaag doen om dat opnieuw te doen? Nou, ik hoop dat we wel lekker gaan koersen met z'n allen. Dus dat er ook wat groepjes wegrijden, et cetera. Maar we hebben zeker een sprinter bij ons, verschillende sprinters. Dus ja, zoals ik al zei, heel vaak eindigt het in een sprint. Dus ik ga er niet van uit dat ik zomaar weer zoiets kan regelen. Maar we hebben met onze ploeg opties voor sprints, dus dat zal wel goed komen. Naar de deelnemerslijst kijkt, die is weer vrij indrukwekkend. Naar wie kijk je nog? Natuurlijk Lorena Wiebes die gisteren derde werd, maar ook Lotte Kopecky die gisteren heel goed was op de muur en ook goed kan sprinten natuurlijk. Ja, SD Works heeft een heel sterk team, dus ja, dat zijn vooral de namen die we in de gaten gaan houden, denk ik. Heel duidelijk, veel succes. Dankjewel. Marta Bastianelli, I heard you say a few minutes ago on the podium, I would like to drink some beer today. I hope so. There is a good beer in Belgium, no? And when you drink a beer, it's for sure because of the race, it's good. And nothing. I am well. I hope it's a good day for me and for my team. This race for me do well in the last year, and I hope also in this year. It's a race that really suits you because you can become the first rider to win 3 times Omloop van het Hageland. Yeah, for sure. And also in Belgium, all time it's a special day. And today possible arrive in the sprint or in the break, I don't know. But for sure, stay here for a good result. What's your plan today? The plan for sure is follow the best rider in the middle of the race for my teammate and for me wait the sprint. Thanks, good luck. Lorena Wiebes, starten met het rugnummer 1, ja, dat is altijd leuk. Ja, zeker. Ja, we gaan er weer alles aan doen om weer te winnen. Vorige keer won hier na een massasprint of na een sprint met een grote groep.
Als ik je gisteren zag sprinten, dan denk ik dat jij hoopt van ja, laat het vandaag ook maar lekker terug een sprint worden. Ja, zeker. Ik hoop natuurlijk op een sprint. Het parcours is natuurlijk wel veranderd vergeleken met 2020. Iets lastiger geworden, maar ik denk alsnog dat we een hele mooie wedstrijd van kunnen maken. En ja, ik hoop op een sprint, maar we gaan zien wat er komt. Iets lastiger geworden, ja, dat gaat misschien wel een rol kunnen spelen, denk ik, als je kijkt naar de deelnemerslijst. Bijvoorbeeld SD Works, een heel sterk team, hè? Ja, ja, dat is zeker een team voor ons om op te letten. Maar wij staan ook met een heel sterk team aan de start. Dus ja, ik kijk er naar uit. En alles op die sprint vandaag? Ja, voor mij wel, ja. Okay, heel veel succes. Bedankt. Wordt gelost uit peloton, 186, drop on the bridge. Le sort 86, lèche le peloton.
dus een trap op de bunch. Plusieurs cassures au peloton, verschillende breuken achteraan het peloton. De cassures sont la barrière du peloton. Several breaks in the bunch, the fight of the bunch. Front of the race is een attack, een aanvalspoging vooraan in de wedstrijd. En bergop moet ze zeker niet onderdoen voor de betere. Ja, wat ik Becky zei het al in het interview voor de start, of eigenlijk de interviewer zei het. Ze zijn hier met een ploeg die eigenlijk, waar eigenlijk alle rensters kunnen winnen. Natuurlijk Chantal van der Broek-Blaak, de ervaren renster. We hebben Lonneke Unneke, Roxanne Fournier, toch ook al eens top 10 geweest hier. Elena Cecchini, Lotte Kopecky en deze dame Marlene Reusser. En eigenlijk gisteren, net als gisteren in de Omloop het Nieuwsblad, hebben ze zoveel scenario's die ze bij SD Works kunnen uitspelen. Want ja, Vollering zei gisteren ook gewoon, ja, ik heb een sprinter achter me. Ik hoef niks te doen. Ja, dat is altijd de kracht van deze ploeg. Ze zijn heel erg breed. De rensters kunnen eigenlijk ook allemaal wel heel veel aan. Je ziet ze ook allemaal groeien als je kijkt naar een Lonneke Unneken die eigenlijk de afgelopen 2 jaar heel progressie weer heeft gemaakt. Ook de koersen echt goed kan lezen ondertussen. En hun grote kracht is natuurlijk ook, en zeker dit jaar, degene die achter het stuur zit in de ploegleidersauto. Ik heb net gezien dat het Anna van den Breggen is vandaag die het stuur vast heeft. En ze zal samen met Lars Boom deze koers in handen nemen. En dan heb je natuurlijk zoveel ervaring achter je zitten. Dat je gewoon met heel veel positieve kracht die koers ingaat. Het leuke aan SD Works is ook eigenlijk wel altijd dat ze altijd willen aanvallen. Ze zullen altijd initiatief nemen en proberen de koers in handen te nemen. Je ziet nu Marlene Reusser, die gaat nu al voor de 2e keer in de aanval. Die wil echt hier de koers heel hard maken. Dus kijken ze even over de schouders van de rensters of we daar al peloton zien komen. Ja, ze hebben toch al een serieuze voorsprong bij elkaar verzameld. Deze 3 rensters.
Ja, ze zitten nu op de grote omloop van die 33 kilometer. Daar is het eventjes een poosje wat breder, zoals je nu ziet. Maar zo meteen zullen ze toch nog een aantal behoorlijk zware stukken voor de wielen krijgen, hoor. Tegen aanval hier vanuit het kamp van FDG Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Het is natuurlijk een ontzettend lastige aanval, maar het geeft wel aan, het lijkt me Chris Brown te zijn, het geeft wel aan dat ze toch wel het gevaar zien in die renners vooraan. Ja, ik denk dat je sowieso als renster daarachter, als ploeg erachter, de opdracht hebt gekregen om bij elke aanval sowieso één renster mee naar voren te sturen. En op het moment dat dat niet lukt, zie je een tegenreactie. Dit is in mijn ogen wel een beetje zinloos. Zeker niet alleen gaan, probeer iemand mee te krijgen. En je ziet dat het toch tempo heel hoog ligt door José. Achteraan een van de jonge dames van het Next G-team, Marijn Arends daar. Ook Plantu Pura. Er is veel blauw en veel roze in het vrouwenpeloton. Soms een beetje moeilijk uit elkaar te houden. Ja, het is me heel erg opgevallen dit jaar met de onthulling van alle nieuwe truitjes. Dat ik elke keer maar weer het roze voorbij zag komen. Heel verrassend. Een aantal jaren geleden was het roze zeker nat dan meer in het peloton. Nee, te stereotyp. Ja, maar nu is het volledig terug. Je ziet het hier dat echt enorm veel teams hebben gekozen toch voor het roze. En je ziet dat Ellen van Dijk vrij ver van achter zit. En misschien iets gebeurd is, misschien even bij de wagen geweest. Maar dat is ook lastig, hè, op dit parcours, Martine. Ja, kun je terug naar de wagen? Het zijn zulke smalle baantjes. Het is de hele tijd op een lint. Het is bijna onmogelijk om naar de ploegleiderswagen te gaan. Nou, je ziet het hier gebeuren, wat ik toen straks ook zei. Het is een brede baan. Alle renners weten dat ze na een aantal kilometer naar rechts moeten. En terug een heel smal baantje op. Dus dan wordt er enorm hard gereden. Renners willen allemaal naar voren. Het is eigenlijk een kleine oorlog voor een bocht. En dan is het gewoon super moeilijk om naar voren te rijden. Daar verdoe je eigenlijk heel veel energie als je niet slim rijdt. Je moet heel economisch rijden in deze wedstrijd. En zorgen dat je eigenlijk altijd bij die eerste 30 kan blijven. Zodat je zo economisch mogelijk bent. Ze gaan nu de beklimming opgaan, de Reigersweide. Ook een heel smal stuk weer met wind van de zij. Dus hier gaan we ook wel misschien wat vuurwerk kunnen verwachten. De dame van Movistar is een Spaanse, Alicia González Blanco, die nu op kop rijdt, gevolgd dus door de Zwitserse kampioene van ST Works, Marlen Reusser, en de voormalig Franse kampioene van Trek Segafredo, Audrey Cordon-Rago. Five Georgie, de renster op kop voor het DSM. Ja, dan zien we dat er toch al een beetje wat stoorzenders tussen worden gegooid van ST Works. Ja, absoluut. Ze gaan dit zeker verdedigen, want dit is een hele mooie groep. De renster van Movistar, de Spaanse renster, is wel een hele rappen aan de finish, dus daar moeten ze zeker wel rekening mee houden. Ik vind het verrassend dat zij mee is geslopen in deze vroege ontsnapping. Ja, het geeft aan dat de ploeg in de breedte echt sterker aan het worden is en het echt niet meer alleen om de kopvrouwen daar gaat, Emma Norskaart en Annemiek van Vleuten, maar ook door de professionalisering bij Movistar ook de Spaanse vrouwen daar een enorme ontwikkelingsslag doormaken. Ja, dat is ook wat Annemiek van Vleuten gisteren een beetje aangaf in het interview, dat ze het ook wel leuk vindt om de jonge meiden te ondersteunen, terwijl je hier wel ziet dat het toch behoorlijk pittig omhoog gaat. En een tegenaanval van een renster van DSM. Team DSM, ze zijn hier met Lorena Wiebes, Francisca Koch, de Duitse Charlotte Kohl, Flotje Makai, Ismee Peperkamp en Five Georgie. En dat is wel heel snel de oversteek gemaakt naar de kop van de wedstrijd. Het gat was kleiner dan ik dacht. Ja, maar ik heb een tijdje in deze regio gewoond en ik ken de wegen redelijk goed. En deze is toch wel een serieuze, wat we noemen, kuitenbijter. Even heel steil omhoog. Ik vind de oversteek is wel heel, heel, heel snel gegaan. Ze gaan nu eigenlijk ook wel zo meteen op redelijk smalle wegen blijven en draaien en keren. Dus ze hebben wel een kans om nu meters te maken en afstand te nemen van het peloton. Ja, een steile beklimming daar met percentages richting de 8% hier met Alicia González, Marlen Reusser, Audrey Cordon-Rago en de renster van DSM. Ik zat te denken aan Charlotte Kohl,
tweede sprinter daar van die ploeg. We zullen het even van dichterbij moeten bekijken. Maar dat was vrij snel gedaan, die oversteek. Dat zullen toch de andere ploegen ook hebben gezien. Want ja, we hebben het nu over deze vier grote ploegen. Dit zijn allemaal World Tour formaties. Als we kijken naar de andere World Tour formaties hier aan het vertrek, dan hebben we het over de ploeg van Marta Bastianelli, UAE Team ADQ, om het helemaal te noemen. FDG Nouvelle Aquitaine is ook een World Tour formatie. En Uno X Pro Cycling Team is dat ook, net als Team Bike Exchange. We kijken hier voor de mensen die niet direct in de gaten hebben naar het standbeeld van Eddy Merckx, waar de renners zo meteen zullen passeren. In Ezel-Kiezerhem natuurlijk, daar komen we wel een paar keer langs in deze omloop, deze grotere omloop van iets meer dan 30 kilometer. Die we dus twee keer gaan doen, komen straks weer over de finish. Dat zal over een kilometertje of 13 zijn. Maar toch al wat mensen zijn komen kijken. Het is natuurlijk ook prachtig weer buiten om eens even naar de koers te kijken. Ja, Marleen Reuze vraagt, om over te nemen, wat waarschijnlijk de renster van DSM niet gaat doen. Je hebt natuurlijk Lorena Wiebes achter hun rijden en ze zullen daar alle pijlen op zetten. Het is natuurlijk wel weer typisch dat hier inderdaad enkel de sterkere ploegen vertegenwoordigd zijn. Voor de ploegen die geen World Tour zijn, is dit natuurlijk een hele zware koers. Het verschil is toch wel degelijk groot aan het worden weer. Prachtig tenue hier van Le Col Wahoo. Blauw met roze. En de blauwe helm altijd goed herkenbaar. Deze ploeg uit Groot-Brittannië. Rijdt ook een Belgische renster. Voormalige Belgische kampioen Jesse van der Bulken. Ja, en het lijkt niet vooruit te gaan. Maar ze rijdt gewoon een enorm grote versnelling. En ze neemt toch wel duidelijk afstand. Het peloton laat een beetje begaan op het moment. Alle grote ploegen hebben iemand mee van voren. Ja, behalve dus de ploeg van Marta Bastianelli, die ploeg uit de Emiraten, die hebben geen vertegenwoordiging mee. Nu moet ik natuurlijk zeggen dat we nog 2 uur koers te gaan hebben en het echt nog alle kanten op kan gaan. Het is inderdaad Charlotte Kohl die daarmee is, de renster van Team DSM. En daar komt de renster van Le Col Wahoo ook al aan. Kijken of zij ook de oversteek kan maken en waar het peloton dan zit. Alles is nog binnen die 40 seconden, 30, 40 seconden. Maar ja, goed, deze vier vrouwen die zijn echt heel sterk en die hebben elkaar gevonden daar. Ja, en als je die oversteek wil maken, we zien dat ook de dame daar achterin in het zwart, Charlotte Kohl, dan moet je wel even van bij komen. Ja, ik denk toch dat ze met z'n drieën gaan werken. Dat Team DSM gaat alles uitspelen vandaag op Lorena Wiebes. Dus deze renster doet wat haar gevraagd wordt. Dat is soms met wat commentaar van de andere rensters, maar dat is het ploegenspel nu eenmaal. Ja, terwijl zij toch ook qua sprint een tweede troef is bij de ploeg. Ja, maar dat is de tactiek die je dan kan uitspelen. Je kan zeggen, mijn kopvrouw zit achter mij. Ik heb vandaag de opdracht gekregen om voor haar te rijden. Dus ik mag niet op kop komen. En dan kan je daar in de finale uiteindelijk kan je dat uitspelen. Flora Perkins is deze Britse renster die dus in haar eentje die oversteek wil gaan maken. Het is een heel moedige poging. Ja, ze kijkt toch wel een klein beetje verlangend over haar schouder of er... Of er wat hulp komt. Ja, dit gaat zeker niet lukken. Kijk, ze lopen steeds verder uit. Ze heeft het even geprobeerd. Als je zo'n oversteek wilt maken, moet je dat... je moet direct aan kunnen sluiten. Als je er eenmaal tussen blijft hangen, zeker... je ziet, de wind staat stevig. Het is niet een super harde wind, een krachtje 2. Zuidoost, maar in je eentje tegen drie heel sterk rijdende toprensters. Want dat zijn ze uiteindelijk allemaal. Ga je daar niet halen. Hier hebben we de Nederlandse. Ze komt uit de omgeving van Amsterdam. En had haar opleiding bij het Next G Racing Team. En was daar samen met Shari Bosuit degene die de oversteek wist te maken naar een World Tour formatie. Dat is ook het doel van een opleidingsploeg. Ja, en die heb je in het vrouwenwielrennen eigenlijk nog veel te weinig. Ja, ik merk eigenlijk dat de meeste ploegen direct het hoogste niveau willen bereiken of ambiëren. En toch iets minder op de jeugd gaan. En als ze dat al doen, dan zijn ze vaak niet uitgenodigd voor de meeste wedstrijden. Dus dat is
een gat dat toch gecreëerd blijft. Je ziet nou vandaag wel met Next Generation en ook met wat kleinere Belgische ploegen dat ze dan toch wel eens kunnen ruiken en proeven van het grote werk. Het is natuurlijk een hele ervaring voor de meeste rensters, heel jong, om naast een Marta Bastianelli of een Ellen van Dijk te mogen staan aan de start. En dat zijn super ervaringen en ik moedig dat ook wel super aan om toch altijd dat soort ploegen te blijven uitnodigen voor dit soort wedstrijden. Ja, de Française, ze komt uit Bretagne, geen mouwstukken, ondanks het feit dat het maar 10 graden is. Hoe maak je zo'n beslissing, Martine, over hoeveel en of hoe weinig kleren je aandoet? Ik denk dat je eigenlijk altijd je eigen idee daarvoor hebt, dus je eigen normen. Je start meestal sowieso met je armstukken en je gaat die uitdoen op het moment dat je het voelt dat het te warm wordt. Dat is net met handschoenen ook. Je ziet, hij heeft haar jasje ook al open gedaan. Dus de ene renster heeft het supersnel warm en de ander zal het altijd koud blijven hebben. Ik denk niet dat ik in zo'n wedstrijd als vandaag met deze temperaturen zonder handschoenen of mouwstukken zou hebben gereden. Ik denk dat ik zelfs mijn overschoenen zou hebben aangedaan. Maar dat is natuurlijk heel individueel. Het is wel altijd het gesprek van de dag voor de start tussen de rensters. Hoeveel of hoe weinig doe jij aan? Ja, ik denk op een gegeven moment heb je zoveel ervaring dat je naar buiten kijkt of je staat op en je loopt naar de teambus. En je hebt alles bij altijd, sowieso. En dan ga je pas beslissen wat je gaat aandoen tijdens de wedstrijd. Beter te veel en laagjes dat je wat kan uitspelen. Je ziet hier de meeste rensters toch wel met armstukken rijden en handschoenen. En de meeste hebben zelfs ook nog een jasje aan. Dat kan je zien omdat de rugnummers niet zichtbaar zijn. Dus die hebben nog een extra jas aan die nog eigenlijk allemaal nog, die ze allemaal nog moeten gaan uittrekken in de finale. Ja, ik denk dat deze voorsprong snel aan het oplopen is van deze vier vrouwen. En zij was het die die eerste aanval plaatste. Dit is Plantour Pura. Dat is ook een Belgische ploeg die gelieerd is aan Alpes in Phoenix. Dat is de vrouwenploeg eigenlijk van Alpes in Phoenix. We gaan ze straks ook in de voorjaarskoersen zien. Ze hebben veel wildcards gekregen. Veel uitnodiging gekregen voor zowel het Vlaamse werk als de Ardennenkoersen. Ja, daar gaan we dus ook wat veldrijders zien. En misschien weet je het nog, vorig jaar, Yara Kastelein, die ontzettend goed was in de Ronde van Vlaanderen. Ja, tot ik denk, ze viel. Ja, dat is altijd het spijt. Maar ik denk dat je sowieso veldrijders in dit soort wedstrijden, zelfs hier vandaag, gewoon superveel te doen hebben. Het is technisch veel draaien en keren. Ronde van Vlaanderen is soms met slecht weer ook super technisch om op je fiets te blijven zitten. En dan zijn die als een vis in het water. Dan komt dat gewoon van adrenaline komt dat eruit. Ja. We hebben 73 kilometer nog te gaan. Deze wedstrijd in totaal dus 128. Dus we zijn al een eindje op weg, maar nog veel te gaan. Op dit moment een beetje vast koersverloop met vier leidsters en daarachter het peloton. We gaan naar de reclame.
Welkom terug meteen hier op de kasseien met onze kopgroep. Met vier rensters. Met in het wit Audrey Cordon-Ragot, een Française. Dit is de Zwitserse kampioene van Nasty Works, de ploeg van Lotte Kopecky. In het blauw een Spaanse Alicia González. En in het zwart een Nederlandse renster Charlotte Kool van DSM. Martine, dit ziet eruit als een... toch wel een zware klim. Ja, dit is toch wel de meest uitdagende klim van de dag. Dit is 700 meter kasseien. Het steilste gedeelte is 8,6%. Dus dat is al zeker pittig. Maar we zien auto's achter de kopgroep. En dat betekent toch, we zien nu ook de verschillen in beeld, dat het verschil toch al aardig groot aan het worden is. Ja, we zitten al bijna aan een minuut. Hè. Dus dat de auto's ertussen zitten, dat is nog altijd een neutrale wagen die ertussen zit. Die gaat na ongeveer een halve minuut ertussen. Wat hier wel gebeurt als je hier goed doortrekt, het peloton goed doorgaat, rijden ze sowieso een heel stuk dicht. Dit is dat stuk dat ook veranderd is. Vroeger kwamen ze hier boven op de baan, gingen ze naar links, reden ze de grote baan af naar rechts en zo naar Tieltwingen, dus naar de finishlocatie. En nu hebben ze daar het een en ander veranderd. Een afdaling nog, terug een beklimming, een kasseienstrook. Maakt het heel spectaculair. Ik vind dat een leuke aanpassing. Dit is Flora Perkins trouwens, van de Britse ploeg Wahoo LeCole. Of LeCole Wahoo, moet ik eigenlijk zeggen. Eerst de kledingsponsor en daarna de fietscomputers. En hierachter zijn we dan bij het peloton. Met een van de rensters van Liv Racing. Sabrina Stultjens is dat, de Limburgse. Nederlands Limburg hebben het dan over. En zij zijn van dit stuk af. Eens kijken of Perkins al wat dichterbij zal kunnen sluipen. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk dat ze dat helemaal alleen moet doen. Eens kijken wat hier gebeurt. Ja, hier is het moment dat ze de verschillen doorkrijgen. Ja, dus de motor geeft altijd het verschil door met een bord dat wordt daarop geschreven. Dan weet je waar je aan toe bent op dat moment. Je ziet een 30 seconden voorsprong en 55 seconden voorsprong. Zij gaat nu ook daar van die strook af, langs de grote schotels, wat buitenaards leven op te vangen wellicht. Ja, zo ziet het er wel een beetje uit, een beetje futuristisch allemaal. Bevoorradingszone vinden we hier, er wordt natuurlijk bevoorraad vanuit de auto, maar we hebben net uitgelegd hoe lastig dat is op een parcours hier in België met draaien, keren en smalle banen. Maar je hebt dus ook gewoon op vaste plekken, daar mag... Kijk, en hier zie je het peloton toch lang gerekt. En als je dan boven bent, vanachter moet je zo enorm aanzetten om terug te komen. Voor veel renners is dit ook het eerste wedstrijdje, dus heel veel renners hebben nog totaal niet gereden. En dan is het wel een beetje shock to the system voor het lichaam om te acclimatiseren aan dat hoge tempo, de hoge hartslagen. Ja, want ja, het is vandaag eind februari en de laatste dag van februari. En veel van deze renners hebben ook al in Spanje gekoerst. Maar dat geldt dus niet voor het hele peloton. Nee, er zijn wel veel ploegen die hebben gekozen om gewoon dit weekend van start te gaan. Bijvoorbeeld een SD Works. Die reden gisteren allemaal hun eerste wedstrijd. Demi Voldering had nog niks gereden. In tegenstelling tot uiteindelijk Annemiek van Vleuten wel. Dus ik denk dat daar dan sowieso ook wel in de finale een verschilletje in zit. Annemiek van Vleuten had enorm veel kracht over. Demi reed haar allereerste wedstrijd. Dat geeft gewoon veel verschil. Het is uiteindelijk de kilometers die je in de been hebt met het rugnummer op die jou de vorm gaan geven. Er zijn weinig renners en rensters die echt zo fantastisch goed kunnen presteren. Recht vanuit een stage. We hebben gisteren natuurlijk Wout van Aert zien rijden en die bewees dat hij dat wel kan. Ik persoonlijk had toch wel het een en ander aan koers nodig om een hoger niveau te bereiken. Heb je deze koers ook vaak gereden? Ja, ik heb die eigenlijk heel, heel vaak gereden. Ik heb die zelfs vanaf de allereerste keer gereden toen nog geen UCI-koers was. Ik heb hier ook een paar keer op het podium gestaan. Ik denk dat ik ooit geklopt ben geweest door Emma Johansson. Mm-hmm. We hebben toen eigenlijk de hele dag met z'n drie of vier voor uitgereden. Chris Verbeek was er toen ook bij. Toen was het nog een iets andere wedstrijd als het nu is, iets kleiner. Ik woonde toen ook hier in deze regio, aan het parcours zelfs. Dus het was voor mij een thuiswedstrijd. En ik heb een beetje een liefde gecreëerd voor deze wedstrijd daardoor. Ik vind hem echt heel erg leuk.
En voor de wijn uit de regio. Ja, wel, eigenlijk woonde ik onderaan die wijngaard. Precies. Dus misschien dat mijn liefde voor wijn toch ook hier is ontstaan. Ja, prachtige wijngaarden, fruitgaarden natuurlijk hier in het hele mooie Groene Hageland. Waar vandaag toch al een klein beetje de lente komt piepen. Ja, het is echt een super mooie regio om te fietsen. Het is heel zwaar. Je kan heel veel beklimmingen doen op korte tijd. Nou, voor Grace Brown is het allemaal tijd om nu de aanval te kiezen. Dit is FDJ Nouvelle Aquitaine. Dat is een Franse ploeg die zich toch serieus hebben versterkt dit jaar. Met Grace Brown erbij, dat is de Australische. En ja, gisteren ook een top 5 notering met Clara Coponi, de Française. Ook zij aanwezig hier. En we zien toch wel dat die ploeg daar meegaat. Maar ook de ploeggenoten van de rensters in de kopgroep zijn mee. Ja, dat is puur controle. Dat is eigenlijk een normale reactie dat je je kopvrouwen op dit moment, of de renster die in de kopgroep zit, dat je die verdedigt. Je brengt jezelf in de perfecte positie. Hè. Je ziet hier dat Perkins. Ja, dat ze ingehaald wordt. Dat heeft is een hele pittige inspanning geweest uiteindelijk. Voor niets. Maar ze heeft zich toch goed laten zien en het geprobeerd. Voor hetzelfde geld was ze er wel naartoe gereden. Zoals Charlotte Kohl uiteindelijk wel heeft gedaan. Hè. Ook de Française, daar Roxane Fournier. In dat veelkleurige tenue. Van SD Works. En Ouyarbide is daarbij. De Spaanse. Is dat Wiebes daar al die probeert mee te glippen? Of is dat Koch? Aan haar positie te zien lijkt het inderdaad Wiebes. En hier Lotte Kopecky die zeer alert rijdt vandaag. We hebben haar al zien passeren hier net in de eerste 10 aan de finish. Maar ja, die zit natuurlijk wel een beetje. Oeh, dit is makkelijk opschuiven zeg. Die zit natuurlijk wel een beetje in de tang hier. Ja, ik denk dat als je bij SD Works gaat rijden, dat je eigenlijk altijd jezelf een beetje in de tang gaat zetten. Hè. Dus, dat is gewoon de sterkste ploeg samen met Trek Segafredo. En dan weet je gewoon. Dit is slecht nieuws. Er is geen overeenstemming meer in de kopgroep. Nee, maar ik denk ook niet dat dit de kopgroep is. Dat is Reusser, die denkt van het gaat mij allemaal niet hard genoeg. Ja, je ziet, dit is een beetje het veranderde parcours ook. En, ja, het is zo super technisch. Ja, als ze nu een gaatje laten gaan, dan gaan ze die nooit meer terugzien. Ook al is het nog 66 kilometer? Ja, de rest van het peloton misschien wel, maar deze 3 rensters niet. Hè. Ik zou die zeker niet een paar meter geven, want die geeft daar niks om en die rijdt gewoon door. Kijk, je ziet, het blijft constant op en af gaan. Ja, ik vind de aanpassing van het parcours toch wel heel... heel leuk. Maakt het net iets wat zwaarder en verrassender in de finale. Je ziet ook veel mensen langs de kant. Het mag weer. Ja, en ook kleine fans daar aan de rechterkant. Hopelijk toch geïnspireerd om later ook coureur te worden. Want ja, de tijden zijn wel veranderd en gaan ontzettend snel de ontwikkelingen in het vrouwenwielrennen. Deze 4 vrouwen rijden bij een zogenaamde World Tour formatie. En dat betekent dat ze allemaal een minimumsalaris hebben waar je toch goed van kan bestaan. En dat is, we hebben het dus al over... Nou, bijna 200 rensters die dus echt nu een minimumsalaris kennen. Ja, dat is toch enorm hard vooruit gegaan. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan, wat eigenlijk alleen maar supergoed is natuurlijk. Ik ben zelf gestopt in 2013. Ik was toen een renster die wel goed kon leven van haar sport, maar ik was wel een van de weinigen. Er waren er zeker geen 200 op dat moment. En ik vind het fantastisch om te zien hoe toch grote ploegen... hebben besloten om een vrouwenploeg erbij te nemen om ook hun gelijk te trekken met de mannen op vele fronten. En je ziet hoe sterk de ontwikkeling nu gaat bij het vrouwenwielrennen. En hoe hard het ook vooruit gaat en hoe breder de top aan het worden is. Dit is dus wel een stukje van het parcours wat veranderd is. Vroeger gingen we hier rechts en nu nemen we links, wat het weer een stukje technischer maakt. Een net iets andere aankomst. Het is minder snel de aankomst. Het is technischer en ze zullen niet met de grote snelheid in die laatste kilometer gaan komen als voorgaande jaren. FDJ Nouvelle Aquitaine, een Futuroscope, is de ploeg die toch wel heel graag wat aan deze situatie wil gaan doen. Zij hebben geen renster mee. Ja, de ploeggenoten daar van Marlène Reusser, die gaan daar wel even een stokje voor steken. Hier de bevoorrading. Ja, en aan de zijkant is er een renster die... die gevallen is, haar fiets ligt midden op de... Ja, een renster van UnoX daar aan de kant van de weg.
Renster met rugnummer 106 en dat is Anne Dorte Usland. Gisteren nog 12e in de omloop het nieuwsblad. Dat is een jonge knap. Noorse dame, Anne Dorte Usland. Ja. En dat is echt een knappe prestatie. En ja, ook dat UnoX Pro Cycling Team is voor de rensters uit Scandinavië nu een hele mooie stap omhoog om profrenster te worden. Om echt van wielrennen je baan te maken. Want ja, je zei in jouw tijd, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden, ja, werd er toch nog veel gestudeerd of ze woonden nog thuis. En ja, je kreeg een onkostenvergoeding en dat was het. En ja, heb je zo'n grote World Tour ploeg in je land, dan kun je dus daar ja, toch terecht. En kijken we dan ook naar UnoX, naar de samenstelling daar, dan vinden we daar een 19-jarige Finse. Toch snel aan de streep, Anina Atosalo, Rebecca Körner, ook een jonge Deense, Anna Ludwig, meer de ervaren Duitser, Amalia Lutro, Willema Olofsson, een Zweedse en dan Anna Dorte Usland, een jonge Noorse. Ja, en dat zou ik toch in België ook graag willen. Ja, en je ziet ook, dit is dus inderdaad ook wel duidelijk een vrouwenploeg die ontstaat uit ook een mannenploeg. Ja, dus we hebben hier exact dezelfde kleding, fietsen en alles, een mannenploeg. Ik vind dat echt een supermooie ontwikkeling, zeker voor een land uit Scandinavië, waar het wielrennen nog veel kleiner is dan bijvoorbeeld hier in België. Ja, en hier in België blijft het helaas toch een beetje achter. We hebben ook niet die grote ploeg zoals in Nederland dan SD Works is, die heel graag individueel blijft, dus niet zich aansluit bij een mannenploeg, die daar ook bewust voor kiest om enkel een damesploeg te hebben. Als ik heel even mag onderbreken, we rijden eigenlijk nu naar de finish toe. Dus we kunnen even kijken hoe de aankomst is. Nu van over de schouder van de rensters hier in de kopgroep. Het loopt een heel klein beetje omhoog, hè? Ja, het is een heel pittig aankomst. Hè. De wind staat ook niet helemaal gunstig vandaag. Het is zo een procent of 3 maximaal omhoog lopend. Je kan hier heel snel veel te vroeg aangaan. En de wind staat volgens deze vlag zelfs een beetje van achter. Maar we zitten hier al tussen de huizen, dus dat kan wat vertekenen. Nou, kijk maar eens naar de bordjes daar van Lotto. Maar als je hier te vroeg aangaat, dan kan je nog wel eens net op de streep geklopt worden. De chrono loopt. Als we zometeen ook het peloton door de aankomst zien komen, dan kunnen we exact het verschil zien tussen deze 4 rensters met González, Reusser, Kool en Cordon Rago. En heel verrassend dus, geen Nederlandse. Nee, dat is... Oh, je wel een Nederlandse, Charlotte Kool. Sorry, ik ben helemaal in de war. Charlotte Kool is een Nederlandse, een Zwitserse, een Spaanse en een Française in deze groep. Ja, dat zegt ook wel heel veel over hoe internationaal het vrouwenwielrennen ook is, net als bij de mannen. Zoals we in het veldrijden misschien altijd ervan uitgaan dat het een Nederlandse is. En gisteren dan toevallig ook wel. Ja, nu is het dan toch ook de ploeg van Marta Bastianelli die gaat rijden. Het verschil aan de streep, 55 seconden. Dat is dus al een tijdje status quo. Door die aanval of door het rijden zojuist van FDG werd er 10 seconden afgesnoept. Maar ja, nu is het alweer opgelopen naar richting de minuut. Ja, en je kunt nu zien hoe zwaar het toch al is geweest. We zijn ongeveer op de helft op dit moment. En toch al heel veel renners gelost. Ja, het is, we hebben bij de eerste passage al gezien dat het echt een slagveld was. En ja, je ziet het nu ook. Er wordt enorm hard gereden hoor. Er is echt al een heel groot deel van het deelnemersveld naar huis gereden. En zullen dan ook zo meteen de wedstrijd hier aan de meet waarschijnlijk staken. We gaan nu nog weer diezelfde omloop doen. We komen dus weer langs Mezel-Kiezegem. En dan dus nogmaals die omloop van 33,7 kilometer. Met daar de klim van Rijgersweide, de Bronstraat, de Halense baan, de Kasseienstrook daar. En ook de Driestraat. Dat zijn de 4 klimmetjes hier op de grote ronde van 33,7 kilometer. En dit is dan wel een beetje een breder stuk, dus dat is 10 kilometer dat ze eigenlijk over grote wegen rijden, waar het peloton eigenlijk zich ook wel zou kunnen organiseren. Ja, Bastianelli zal haar troepen moeten verzamelen en wat hulp gaan vragen bij een andere ploeg. Want anders ben ik bang dat het heel erg zwaar wordt. Er zijn uiteraard nog andere ploegen die niemand mee hebben zitten. Ik denk aan een Liv Racing die ook niemand hebben, maar ik denk dat die niet in de breedte sterk genoeg zijn om te gaan werken. Ik
zie ook niet echt de ploeg van Lotto Soudal Ladies iemand mee hebben hier echt van voren. Dus daar moeten ze ook niet echt op gaan rekenen. Team Bike Exchange is wel goed aanwezig van voren. Zou dan ook eventueel wel een duit in het zakje kunnen doen. Dat is een mooie, mooi gezegd, José. Maar voorlopig zitten deze dames op rozen, om dat zomaar eens uit te drukken. Met deze Spaanse Alicia González Blanco. Deze ontzettend sterke Zwitserse, natuurlijk ook op het podium gestaan. Van WK's, van Olympische Spelen en Zwitsers kampioenen tijdrijden en op de weg. Dit is Audrey Cordon-Rago, een hele belangrijke knecht, een domestiek bij Trek Segafredo, maar toch ook zelf een sterke renster. Ja, en toch in deze groep van vier. Ze maakte de oversteek in haar eentje. Charlotte Kohl is toch wel de snelste aan de meet. Nou, ik weet niet. González is ook wel heel erg snel. En eigenlijk van deze vier is de minst snelste volgens mij Reusser. Dus ik zou daar toch niet al mijn geld op gaan inzetten als ik de ploegleiding van ST Works was. En ik verwacht dan ook namelijk, we zien ze hier als derde rijden, hè. Chantal van den Broek-Blaak. Dit is ook echt een koers die op haar lijf geschreven is. Dit is de ploeg van Marta Bastianelli. We zien ook het bleu blanc rouge van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Met Clara Copponi als snelle vrouw. En daar ook nog in het roze van Valcar Travel and Service. Daar hebben ze ook twee snelle rensters. En dat zijn Chiara Conzoni en Ilaria Sanguinetti. Als die ploegen nou een beetje samen zullen werken, dan kunnen we het koersverloop wat gaan aanpassen. Daar rijdt trouwens Bastianelli met nummer 91. Ja, ik denk Valcar heeft al de afgelopen jaren laten zien dat ze een echte sprintersploeg hebben. Ze zijn wel niet met de allersterkste bezetting hier, maar hebben wel twee topsprinters mee. En dat is een ploeg die ook wel misschien soms wil meerijden en profiteren van anderen. Maar ze zullen vandaag toch inderdaad actie moeten gaan ondernemen om deze vier rensters het moeilijk te krijgen. De voorsprong blijft wel status quo, José. Het is nou niet dat ze superveel uitlopen. En we gaan nog een serieus zwaar stuk krijgen. Ja, we zijn net op de helft. Ja, eigenlijk precies 128,2 kilometer is gedeeld door 2, 64. Net over de helft dus. Met nog wat kasseien te gaan. En natuurlijk ook wel de hele mooie slotrondes die we hebben van 15 kilometer hier rondom Tieltwingen. Met daarbij de Roezelberg. Toch altijd een bepalende factor hier. Maar laten we eens eventjes de rensters uit de kopgroep introduceren. We hebben Charlotte Kohl, 22-jarige Nederlandse renster uit de omgeving van Amsterdam. Vorig jaar eigenlijk een beetje doorgebroken met een etappezege in de Bolloise Ladies Tour. Dat deed ze in Knokke-Heist. Heel knap gewonnen sprint. Daarna nog zegens in de Grand Prix d'Isbergen in het noorden van Frankrijk. En twee tweede plaatsen. Eentje in de Morbihan en eentje in de Drentse Acht van Westerveld. En daarmee toch mooi een contract gekregen bij Team DSM. Ja, Marleen Reusser, we hebben het al even over haar gehad, is een wat oudere renster al. Ze is er pas sinds kort bij. Maar ze is al 30 inmiddels, komt uit Zwitserland en heeft al hele mooie resultaten. Was zilveren medaillewinnares achter Annemiek van Vleuten op de Olympische Spelen. Ook al twee keer tweede geweest op het WK tijdrijden. Eén keer achter Anne van der Breggen in Imola. En vorig jaar aan de Belgische kust achter Ellen van Dijk. Zij was tweede in het eindklassement van de CIMAC Ladies Tour in Nederland. Tweede ook in de Ceratizit Challenge by La Vuelta. Ze heeft toch echt in die paar jaar dat ze bij het profpeloton kwam. En dat is pas sinds 2019 al een heel indrukwekkend palmares bij elkaar gereden. Ja, wel veel tweede plaatsen. Veel ereplaatsen, ja. Maar toch 12 overwinningen. Waarvan, ik moet het er even bij zeggen, meer dan de helft nationale titels zijn geweest. Op zowel de tijdrit als op de weg. Ze is daar dubbele nationale kampioen in. Dus zowel op de weg als op de tijdrit draagt ze dat mooie tricot. Dat doen ze toch goed bij ST Works. Absoluut. Maar ze is enorm sterk. Maar ze zal, je ziet het ook in haar uitslagen, ze zal nooit in een sprint de wedstrijd gaan afmaken. Audrey Cordon-Rago is 32. Daarmee is zij de oudste renster in de kopgroep. Is al vijfvoudig
Frans kampioenen in het tijdrijden en ook op de weg al dat mooie bleu blanc rouge gedragen. Dit is wel haar tweede wedstrijd van het seizoen en ja, is toch altijd een renster die we even zwaaien naar het thuisfront, Ellen. Ja, al heel lang renster, al in 2008 werd zij opgenomen in Franse regionale ploeg. Komt eigenlijk uit Bretagne, eigenlijk om de hoek van waar de Tour de France Femme vorig jaar was. En de Tour de France begon vlakbij Brest, is zij opgegroeid. Een Bretonse dus, ja, die zijn natuurlijk heel hard, die kunnen tegen zware omstandigheden. En zij is ongelooflijk gewaardeerd als domestiek daar bij Trek Segafredo. We hebben nog één dame die we nog even moeten benoemen en dat is de Spaanse Alicia González Blanco. 26 is zij en ja, rijdt sinds 2018 bij Team Movistar. Meteen dus toen Movistar een vrouwenploeg ging starten in 2018, laat in 2017 was dat, was zij een van die rensters en heeft dus ook helemaal die groei van de ploeg meegemaakt. En ja, wordt ook vaak door Annemiek van Vleuten geprezen als een van de rensters die nog lang in de wedstrijd bij haar is. Ja, zij is wel een van die sterke rensters die Annemiek altijd heel erg ondersteunt. Zij heeft ook heel veel vertrouwen in haar om wedstrijden te kunnen gaan afmaken. Vorig jaar heeft ze dat ook vaak uitgesproken, maar is dat toch niet altijd van gekomen. Ik had daar niet vandaag in de kopgroep verwacht. Ik had verwacht dat zij zou worden uitgespeeld voor een eventueel sprintfinale, maar verrassend. En zo hebben we een beetje kennis gemaakt. Helaas geen Belgische rensters in die eerste groep. Toch veel Belgische rensters wel aan het vertrek, hoor. Ja, en ze zijn nu eigenlijk, om maar even op parcours te blijven gaan, nu gaan ze richting de Roeselberg, maar ze gaan aan de voet van de Roeselberg er niet linksaf naar boven, maar gaan naar rechts. Straks zullen ze precies dezelfde weg rijden en dan zullen ze wel linksaf gaan om de Roeselberg te beklimmen. Dus hebben het voorstukje hebben ze nu alvast een paar keer mogen voelen. Wat eigenlijk ook al wel behoorlijk pittig is, want het staat zelfs als een beklimming in het rondeboek. Mm-hmm. Maar ik heb hem persoonlijk eruit gehaald, omdat ik niet echt vind dat je dit al een echte... De Kriebekenstraat hebben we het dan over. Dat is nou niet echt een beklimming. Maar het, ja, het gaat... Ik zou er moeite mee hebben, hoor. Ik denk, ik ook momenteel. Maar ja, dit zijn dames die werken, of ja, die fietsen voor hun beroep, die... hebben dus alle mogelijkheid om te trainen. Maar wat ook heel belangrijk is, Martine, als je profrenster bent, dat je ook de tijd hebt om te rusten. Dat maakt een groot verschil. Ja, ik denk dat daar gewoon het grote verschil wordt gemaakt. Als je professioneel renster bent, kan je gewoon je dagen perfect inplannen. Je gaat trainen, je gaat rusten. Je kan de juiste momenten, je maaltijden eten. Mocht je thuis zijn en ze geven een depressie op voor de komende week met enkel regen, dan boek je een vlucht naar een warm land. Je moet nergens echt heel veel over nadenken. Dat maakt het super gemakkelijk. Eens even kijken. We zien nu inderdaad het peloton daar om de hoek komen piepen. En de GPS geeft nu 41 seconden aan. Ja, wat je ook niet moet vergeten is, dit zijn natuurlijk maar vier rensters. En het zijn vier sterke rensters. Maar ja, in het peloton is nog genoeg... frisse benen over, waaronder deze dame, Rhys Brown. We zien ook, denk ik, Floortje Mackay daar achteraan. Met Chantal van der Broek Blaak is ook mee daar. Ja, dat is eventjes alles geven. Haalt enorm veel tijd af. En ik kan me vergissen, José, maar de laatste keer dat we deze wedstrijd hebben gedaan, was het toen ook niet Rhys Brown, die een superactieve wedstrijd reed en constant in de aanval was. Ja, dit is wel haar handelsmerk natuurlijk. Ja, ja. We zien ook daar Bastianelli mee piepen in derde positie. Achter Floortje Mackay, daar is ze, Marta Bastianelli. Ze heeft aangekondigd dat dit haar laatste jaar zal worden. Neemt ook een ploegmaat mee in die groep. Ook Trek Segafredo stuurt een renster mee. Dat lijkt mij paternoster te zijn. Ja, en ook Lotte Kopecky is goed bij de zaak vandaag, hè, want ze is weer mee. Kijk, en nu krijgen we toch op deze... Ja, die jij officieel geen beklimming noemde, Martine Bras. Ja. Toch een nieuwe koerssituatie. Of althans, daar lijkt het op. We zijn boven. Ja, ze zijn eigenlijk al even boven. Ze hebben zelfs al een stukje afdaling gehad. Het is mooi dat ze in ieder geval elk stukje van het parcours benutten om een verschil te maken. We komen toch zeer dichtbij. Ik moet zeggen, het is voor de spanning in de wedstrijd wel leuk als we weer een nieuwe situatie gaan krijgen. Ja, absoluut. Kijk, je ziet het peloton op een lang lint.
er is veel gebroken. Wat ook gaat zijn zometeen is dat je dat smalle stuk weer met de rijgersweide krijgt. Dus het gaat ook weer, ja, dit hele stuk gaat, kijk, daar gaat Lotte zelf. Zo zie je, ze zetten zeker hun geld dus niet op Royce erin. Ze weten dat die van die vier zeker niet de sprint gaat winnen. En Lotte krijgt de groene kaart vanuit de wagen. En ze mag proberen om er naartoe te rijden. Natuurlijk niet om een van de beste sprinters mee te nemen die vlak daarachter rijdt, Marta Bastianelli. Dus, en dan komt al de volgende van SD Works naar voren. Ja, dit is mooi. De Broekblaak. We zien ook Emma Norsgaard daar van Movistar meesluipen in derde positie achter Flotje Makkay. Ja, dit is een mooi koers. Voorlopig eens even kijken. Kijk, daar komt ze, de Belgische kampioene. Is toch echt een beer. Als je die ziet rijden en als je die ziet aanvallen, dat spreekt zoveel kracht vanuit. Ik vind dat echt een heel mooie renster om naar te kijken. Je ziet gewoon dat ze heel slim kan koersen, dat ze goed kan doseren. Ze heeft enorm veel power. Ze is uiteindelijk ook nog niet, ze is nog altijd jong, hè? 25, zoiets? Ja, dat is voor in de vrouwenpeloton kan je toch lang doorgaan als je kijkt naar bepaalde rensters die toch na hun 30ste pas de top bereiken. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe oud Lotte Kopecky is. Ja, 26 is ze. Ze wordt 27 pas in november. Ja, dus haar beste jaren gaan er zeker nog aankomen. Ik zie nog veel progressie mogelijk bij haar. Kan zij de Ronde van Vlaanderen winnen? Daar kan zij zeker. Dat is natuurlijk de grote vraag. Ook in Vlaanderen gaan we weer een Belgische winnares krijgen. Want ik doe het even uit mijn hoofd. Maar volgens mij is Grace Verbeke de enige. Ja, Grace is... dat is al een hele tijd geleden. Dat is een hele tijd geleden. Ja, ik denk in 2012 dat, of 2011 zelfs dat het Grace was. Daar gaan we weer met, met Grace Brown. Die is lekker op dreef. Ja, maar het is leuk om te zien. Maar uiteindelijk verspeelt ze elke keer een beetje krachten. Waar uiteindelijk, als ze dit nog drie keer doet, gaat eigenlijk iedereen steeds kunnen volgen. Het zou mooi zijn als er een klein groepje is, maar nu alles bij elkaar is, zul je zien dat, iedereen gaat nu heel alert zijn. En we gaan naar de volgende beklimmingen toe, dus de Rijgersweide. En dan na 6 kilometer de Bronstraat, 2 pittige beklimmingen. En wanneer gaan we weer naar de kasseien? De kasseien die zijn dan ongeveer nog een 10 kilometer na de Bronstraat. We zijn hier met een interessante groep rensters. Grace Brown, Shirin van Anrooy is erbij, de veldrijdster. We zien ook Chantal van de Broek-Blaak. Roxanne Fournier en Emma Norsgaard. Maar voordat we verder gaan met deze koers, even er snel tussenuit.
Welkom terug in een koerssituatie waarbij de kopgroep is gegrepen, maar we toch weer eenzelfde gezicht vooraan de wedstrijd ziet. Wederom de Zwitsers kampioene Marlen Reusser in de aanval. Ze is in ieder geval vergezeld daar door Emma Norsgaard-Bjerk. Inmiddels getrouwd. We zien ook, ik denk in het laatste wiel, de Britse kampioene. Jazeker, Fiver Georgie. En nog twee andere rensters. Eentje van Grant Thornton Crush Tunap. Lijkt me Danique Hengeveld dit te zijn. Ja. En dan nog één renster. Is dat Grace Brown weer, Martine Bras? Lijkt... Ja, ja, ze zou het verdienen. Ja, na alle aanvallen, zeker. Dit is het moment dat Marlen Reusser wederom ten aanval trekt. Emma Norsgaard in het blauw meteen mee. Fiver Georgie ook, Grace Brown. En dan de renster van Grant Thornton, Tuna Pro Cycling. Dat is Danique Hengeveld, volgens mij. We gaan zo meteen bevestiging krijgen. Ja, dat moet Danique zijn. Ja, dit is ook weer een nieuwe kopgroep. En hoe sterk is die Marlen Reusser wel niet? Ja, het is wel echt heel, heel straf wat ze hier presteert. En, ze heeft zich even in het peloton gezeten. Ze zat rechts, ze keek om haar heen. En ja, ze zette weer aan, terwijl ze nu weer op de beklimming zitten van de Reigersweide. Je ziet toch een behoorlijk pittige beklimming. En zij blijft zo stil op haar zadel zitten. Enorm sterke renster. De rest beweegt met van alles, maar zij trapt gewoon. En ja, ze heeft toch wel weer een sterk explosief veld met haar mee. Je zou denken, het zal een andere renner zijn van Team SD Works die hier in de aanval gaat, maar ja, het blijft dezelfde sterke Zwitserse. Het is een beetje een Ellen van Dijk type, die ongelooflijk sterk is. Ja, ze zijn natuurlijk ook tijdrijdsters, stonden daar in het mooie, aan de Belgische kust samen op dat podium. Ja, zij gaat zich, ondanks dat ze al 30 is, ontwikkelen tot nog een hele grote renster die ook op Van Dijk-achtige manier solo wedstrijden gaat winnen. Ja, het is ook gewoon heel erg mooi om te zien hoe ze zich nu echt kan gaan ontwikkelen bij deze ploeg. En dat ze alle steun heeft ook vanuit de ploeg. En ze geloven ook in haar. En ik kan het fout hebben, maar ik denk dat ik in de achtergrond een Ellen van Dijk heb zien komen in een groepje ervan achter. Ik zag want hier zit natuurlijk geen trekzeker Fredo bij. Nee, dus we moeten even afwachten als we een beeld krijgen van de groepje dat daar achter rijdt. Het waren drie rensters die achterop kwamen. En dat zou eigenlijk wel, dan hebben we wel een heel, heel stevige kopgroep. Ja, Reusser en Van Dijk in een kopgroep, berg je dan maar. Ja, dan gaat het tempo sowieso omhoog. En ook Hengeveld kan dat natuurlijk met haar baanervaring. Daar in het vijfde wiel, in het groen, de Nederlandse. Ach, kijk, is dat een prachtig shot. Er zit al wat bloei daar aan de kant van de weg. Weet, over een maand, 6 weken, is het Hageland hier volkomen ontbloemd en ontbloesemd en ontgroend. En alles is groen en prachtige bloesem. Het is hier zo schitterend. Ik vind het zo'n prachtige streek. En vooral in de lente. Maar ja, alles is mooi in de lente. Ook de koers. Ja, en vooral de zon, want we hebben ze gemist. Ik heb ze toch heel hard gemist. En het is inderdaad hoor, ik ben bijna 100% zeker dat het Ellen van Dijk is die erachter... Ik ken haar houding. Ik heb jaren met haar gekoerst. Ze is nog mijn ploeggenote geweest ook. Ik zou me echt vergissen mocht zij het niet zijn. En dan krijgen we wel een hele mooie situatie, José. Even kijken. Ja, er komt maar Ellen van Dijk neemt ook wat ander volk mee. Het is ook enkel Ellen die het gat toerijdt, hoor. De rest zit daar van achter. Ik denk al blij dat ze erbij zitten. Want als Ellen gas begint te geven, dan... Dan weet je hoe laat het is. We hebben maar liefst 31 Nederlandse vrouwen aan het vertrek. 30 Italiaanse en 22 Belgische rensters. Daarna komen de Britten met 11 en de Fransen met 8 rensters. En ja, gaan we even kijken naar de geschiedenis van deze wedstrijd. In 2020 was het Lorena Wiebes die won. In 2019 Marta Bastianelli. In 2018 Ellen van Dijk. In 2017 en 2015 Jolien Doren. Vandaag is zij ploegleider, haar tweede werkdag. Hier zien we trouwens een interessante groep met twee voormalig winnaressen. Ellen van Dijk en Lorena Wiebes. En daartussenin
de Belgische driekleur Lotte Kopecky. Ja, zij zou de eerste Belgische winnares kunnen worden in 5 jaar om daar Jolien Doren op te volgen. Ja, en zij rijden dus, aangevoerd door Super TGV Ellen van Dijk, naar dat kopgroepje. En dan krijgen we toch 8 interessante rensters met eigenlijk alle sterkste ploegen, met uitzondering van de ploeg van Marta Bastianelli. Ja, en Marta heeft serieus de slag gemist, want dit is een moment dat je er gewoon bij moet zitten. Zelfs als sprinter, en als je zegt ik ga voor de sprint, en dan moet er een andere ploeggenoot bij zitten. Ik vind het wel interessant wat Emma Norsgaard hier aan het doen is. Ja, die is blijft doorgaan. Ze heeft een gebruik gemaakt van een beetje een miscommunicatie daarachter, waar ze niet allemaal willen meerijden. En je ziet, Ellen doet al het werk. Hè. Die rijdt gewoon in 1 strak tempo ernaartoe. Ze zal zich goed voelen, maar ik hoop dat ze achterom heeft gekeken. Wat ze ziet wat ze meeneemt. Ja, dat maakt het allemaal wel een beetje ingewikkelder om 2 van de topfavorieten mee te nemen. Wiebes, gisteren 3e. Zij won de sprint van het peloton in de Omloop het Nieuwsblad. Ja, en Lotte Kopecky behoeft geen introductie meer. Zij gaan heel snel naar dat achterwiel van Hengeveld en de renster van FDG. Ja, je ziet, er wordt echt wel heel hard gereden. Want de kopgroep valt gewoon uiteen. Er zijn rensters die er niet kunnen bijblijven. Het was niet van niet willen overnemen, maar van niet kunnen overnemen. En dan moet je hier ook nog eens alles bijzetten om aan te sluiten als die trein voorbij komt. Een leuke ontwikkelingen, als ik het zeggen mag. Ik kijk uit naar de volgende keer dat we de kasseien opgaan, want ja, dat komt er zo meteen al aan. Ja, dat gaat niet lang meer duren. En je ziet Ellen, die komt uit die bocht, die staat recht. Dit zijn Reusser, die kent u inmiddels. Daarachter Emma Norsgaard, de sterke Deense van Team Movistar. Daarachter de Britse kampioene Fiverr Georgie van Team DSM. Dan is het Danique Hengeveld, Ellen van Dijk, Lotte Kopecky en Lorena Wiebes. Dat zijn de rensters nu voor in de wedstrijd. Ja, daar zit serieus volk bij. Ja, en je hebt 2 ploegen met 2 rensters. Dus Lorena Wiebes en Georgie Fiverr. En Reusser en Kopecky van SD Works. Die allebei vertegenwoordigd zijn met 2 rensters. Wat natuurlijk heel interessant maakt. Aanzicht, dan zien we dat inderdaad dat Danique Hengeveld is. Ja, dit is niet het peloton, dit zijn de rensters die nu naar de kop van de koers rijden. En dan hebben we dus inderdaad 8 leidsters met voor FDG is het 36. Het is Vittoria Guazzini. Dus om even de namen over te lopen, Marlen Reusser en Lotte Kopecky van SD Works. We hebben daar Lorena Wiebes en Fiverr Georgie van Team DSM. Daar zit bij Vittoria Guazzini van FDG Nouvelle Aquitaine. Emma Norsgaard van Team Movistar. Danique Hengeveld van Grant Thornton Crush Tune-Up. De enige niet-World Tour-renster. En voor Trek Segafredo is het Ellen van Dijk. Dit is een serieuze groep. Ja, maar wat je ziet is dat ze toch direct allemaal naar elkaar gaan kijken. En er wordt niet vol doorgereden. Als je Lorena Wiebes meeneemt, weet je dat het heel lastig gaat worden om te kunnen winnen. Of Kopecky. Een Kopecky, maar ik denk dat Lorena toch wel iets rapper is dan Lotte. Lorena zal ook wel zien wie er nog meer in de groep zitten. En zal ook zich kunnen wegschuilen uit het feit dat ze haar ploeggenoten het werk laat opknappen. Dus ze gaan elkaar moeten vinden in deze groep om uiteindelijk weg te blijven. Het is heel interessant eigenlijk om eens te gaan kijken naar het peloton, om te zien wat daar gebeurt. Ja. Kopecky die even wat eet in deze fase van de wedstrijd. Ah, je ziet, het is constant draaien en nu weer zo'n smal baantje op. Dan zijn ze uiteindelijk nu in de kopgroep wel in het voordeel. En Ellen zet zich gewoon terug op kop. Maar wat moet je nu doen als je Ellen van Dijk bent? Ze zitten er toch niet super ver achter. Ja, dit is een hele lastige passage. Dat zagen we in de vorige ronde ook al. Met, als je zo achteraan dat peloton zit, Martina, dan is het echt een soort van intervaltraining. Ja, dat weet je ook als renster dat je daar niet moet zijn.
Er moet natuurlijk iemand helemaal daar van achter plaatsnemen, maar het is heel pittig op het parcours van vandaag om achteraan te zitten. Dat is constant een sprint van boven de 50 per uur om terug in het wiel te komen. Ja, nu zie je SD Works sluit alle deuren. Ze zitten er eigenlijk nog verder achter dan ik had gedacht. Dus ze hebben toch al een behoorlijke voorsprong ondertussen. Ja, we hebben nu eigenlijk alle grote ploegen met vertegenwoordiging. Met uitzondering van de ploeg uit de Emiraten. De ploeg van Marta Bastianelli. Die heeft geen vertegenwoordiging. Ja, Norskart is natuurlijk ook snel aan de meet. Niet te onderschatten. Heeft in de sprint ook al menig wedstrijd gewonnen. Ja, en wat een fantastische groep rensters is dit. En mooi ook om te zien dat Danique Hengeveld, die ja, toch de enige is met een ja, amateurcontract in deze groep. Ja, en dat is waarom ik toen straks al zei dat het leuk is om dat soort ploegen in deze wedstrijden startgerechtigheid te geven. Omdat ze uiteindelijk zich kunnen laten zien. En zij laat nu toch eigenlijk wel zien dat ze World Tour waardig is. Ik was ook verbaasd hoor. Vorig jaar in de Scheldeprijs was het, geloof ik. Reed ze natuurlijk in haar eentje ontzettend lang voorop. En toonde zich toen ook al, het is een dame die ongelooflijk goed is, ook op de baan. En het verbaasde mij ook dat zij geen plekje bij een grotere ploeg had gevonden. Ja, soms kiezen ze er ook wel voor om nog een jaartje bij een minder grote ploeg te rijden. Omdat je dan natuurlijk ook wel je eigen plan kan maken. Je kan je eigen programma vaak trekken. Dus ze zal daar misschien voor gekozen hebben. Maar als ik haar zie rijden, dan mag ze van mij zeker de stap gaan maken volgend jaar naar een stapje hoger. Royce is eens even aan het kijken. Is natuurlijk overleg daar met Lotte Kopecky. Ja, ze zullen eens bespreken van wie en er allemaal bij zit en hoe ze zich voelen. En ze zal aan Lotte vragen van, wat denk je, je sprint. En ik denk dat Lotte wel zal aangeven, kijk, Wiebes is hier ook. Dat is niet de meest ideale situatie. Het zal wel heel mooi zijn om die twee tegen elkaar te zien sprinten. Absoluut, absoluut. En ik wil Norskart daar ook niet meteen in uitsluiten. Het is toch een klein beetje een hellende sprint, toch wel voor de powervrouwen. Ze is pas 19, Danique Hengeveld. Fantastische resultaten ook als junioren. We kennen haar van de baan. Ze is er even uit geweest door ziekte. Maar nu inmiddels weer terug. Is inderdaad pas 19. Dan kun je er ook voor kiezen, inderdaad wat jij ook zei, om nog even een beetje in de schaduw wat meer ervaring op te doen. Ja, in de schaduw heeft ze zich nu al volledig in de spotlights gereden. Dus die schaduw is een beetje weg. Dit zal haar heel veel moraal geven om de komende wedstrijden nog te presteren. Ik vind ook dat een renster van 18, 19 jaar ook niet direct in wedstrijden zoals Omloop het Nieuwsblad of de Ronde van Vlaanderen moet rijden. Rustig aanbrengen. Zeker als je zoveel talent hebt. Ja, ik kijk even naar het peloton. En hier doet eigenlijk niemand meer wat. Ja, Bike Exchange zien we daar. En Le Col Wahoo. Maar de stoorzenders van SD Works zijn present. Ja, dit is voor hun de ideale situatie. Hun topsprinter zit van voor. Een van hun allersterkste rensters is mee. Die geweldig werk kan gaan verrichten in de finale voor Lotte Kopecky. Dus dit is voor hun een ideale situatie. En Lorena Wiebes zit er ook bij. Maar als je genoeg vertrouwen hebt in de kopvrouw, dan moet je dit zeker beschermen, deze vlucht. Dit is eigenlijk een perfecte situatie. Voor Lorena ook en voor Lotte ook. Ja, dan ben ik benieuwd wat iemand als Ellen van Dijk wil gaan doen. Als zij deze koers wil winnen, zal ze toch weer net als in 2000... Even mijn papiertje erbij pakken. In 2018 het alleen moeten doen. Ja. En wat mij toen opviel in dat jaar is ongelooflijke knappe beheersing op de fiets. Zij nam echt alle bochten vol gas. En ja, waarom niet? In de Ronde van Valencia was ze op een gegeven moment ook alleen weg. Ja, maar ze is ook gewoon super in haar element op het moment dat zij die wattages kan ronddraaien. Als zij power kwijt kan. Als zij de ruimte heeft, de weg. En niet te vergeten die Europese titel. Dat deed ze ook alleen. Ja, dat is haar visitekaartje. En ze gaat die ook wel altijd proberen uitspelen. Ellen is ook wel niet super traag hoor. Maar ja, tegen een Lorena Wiebes weet zij natuurlijk dat ze niet gaat winnen. En zij zal... kijk er gewoon onder uit naar die laatste 15 kilometer. Zij gaat zeker proberen aan te vallen.
Vittoria Guazzini, de renster daar van FDG, is ook absoluut niet traag. Zij is de Europees tijdritkampioene, onder 23. Deed dat dus ook daar in Italië, waar Ellen van Dijk die wegtitel pakte. Ja, dit zit weinig scheu meer op, hoor. Nee, ik denk dat het Nina Kessler is die hier een tweede positie rijdt voor Bike Exchange. En ja, dat dit 48 seconden, dat valt nog mee. Maar dan gaat er toch wel echt actie ondernomen moeten worden. Maar je ziet hier ook Trek-Segafredo komt naar voren om Ellen van Dijk te beschermen. Dus ik denk dat we het van voren moeten gaan bekijken. We moeten nog iets meer dan een uur koersen. Wie weet wat er allemaal nog kan gebeuren. Maar ook zijn er natuurlijk opties daar in die kopgroep. Van Dijk kan het niet winnen in het sprint. Guazzini kan dat ook niet. Dus wellicht wordt er nog aangevallen hier. Royster zal het in ieder geval moeten doen voor Kopecky. En ze rijdt dus nu ook op kop. Heeft even overleg gehad hier met de Belgische kampioenen. Die de hele ploeg eigenlijk wil heel graag die zege binnenhalen. We zagen gisteren ook een ongelooflijk emotionele Demi Vollering aan de finale, aan de finish in Ninove. En niet omdat ze tweede was geworden, maar omdat ze zo graag haar eerste wedstrijd van het jaar had willen opdragen aan Amy Pieters. Ja, ik heb het interview gezien en ik krijg mijn haren gaan allemaal weer overeind. Dus de meeste mensen wel weten, is Amy Pieters zwaar te val gekomen op stage met de Nederlandse baanselectie. En is helaas nu al 2 maanden ligt zij in een coma. En het raakt gewoon het hele peloton enorm. Niet alleen de vrouwen, maar ook de mannenpeloton is zeer begaan met de situatie. Ze is stabiel, maar dat is eigenlijk alle informatie die vrijkomt. Stay Strong Amy is iets wat heel erg leeft op het moment. En of dat nu in dit geval Lotte Kopecky gaat zijn, of zelfs Ellen van Dijk, die ook bevriend is met Amy. Dat gaat voor iedereen enorm veel emoties brengen, keer op keer. Een heel, heel triest verhaal, zo zie je. Maar hoe gevaarlijk de sport ook wel kan zijn en dat zo gebeurd is. Nogmaals, de namen even in beeld. Wiebes en Georgie. Emma Norsgaard-Bjerk is haar naam. Vittoria Guazzini, Marlene Royster, Lotte Kopecky, Ellen van Dijk en Danique Hengeveld. Ja, het zijn wel de twee nieuwkomers bij SD Works, zowel Lotte Kopecky als Marlene Royster. Kopecky kent Amy Pieters natuurlijk van de baan. Natuurlijk, zij zijn wereldkampioen Omnium geweest, Kopecky samen met Jolien Doren. Maar dat geldt ook voor Amy Pieters samen met Kirsten Wild. Dus dat zijn vrouwen die elkaar goed kennen. Ja, en Marlene Royster is dan nieuw in zo'n groep, maar ik sprak Demi Vollering daarover. Die zei, ze is heel empathisch, ze begrijpt dat. Ja, kende Amy natuurlijk niet persoonlijk. Maar voor de rest is de hele selectie van SD Works hetzelfde gebleven. Ja, en dat geeft natuurlijk een enorm gevoel van verbondenheid. En ik begreep ook dat er op stage in Spanje veel met elkaar gehuild is op de situatie. En dat daar een heel sterke eenheid is ontstaan die heel graag de zegen hadden willen opdragen gisteren aan Amy Pieters. Dat klinkt alsof ze er niet meer is, dat bedoel ik niet zo, maar ze leeft mee in ieders hart hier in het peloton. En dat is iets wat eigenlijk altijd op de achtergrond meespeelt bij SD Works. En natuurlijk bij veel Nederlandse rensters ook. Hè. Amy Pieters is een renster die al 7-8 jaar een vaste waarde is in de Nederlandse nationale ploeg. Europees kampioene geweest, et cetera. Dus dat zijn verhalen die je in je achterhoofd moet houden. Maar ja, we moeten ook weer door met de koers. En dat zei Ellen van Dijk ook in haar column. Ze zegt, ja, ik passeerde in de ronde van Valencia aan de plek waar het gebeurd was. Maar de koers gaat ook weer door. En dat is vandaag ook zo met Danique Hengeveld en Fiver Georgie in de aanval. Maar ze laten de benen even weer stil. Ja, deze vrouw hoeft niks te doen. En datzelfde geldt eigenlijk voor Kopecky, hè? Ja. Ja, dat zijn de sprinters. En om nog heel even terug te komen op Amy Pieters. Ik denk dat Amy, ik ken Amy ook al, ik denk dat ik Amy al 20 jaar ken. Ondertussen een meisje dat altijd lacht en altijd goedgezind is. En die denk ik maar één wens heeft. En dat is dat de koers ook gewoon verder gaat. Je ziet, ze gaan toch wel een achtervolging rijden, maar er zit altijd wel een
32 seconden is natuurlijk heel wat anders dan de minuut die we zojuist hadden. Met Fiver Georgie en Danique Hengeveld daarvoor in. Hierachter Norsgaard, Van Dijk, Reusser, Kopecky, Wiebes en Guazzini. Ze komen niet overeen. Nee, het wordt... Dat is verrassend. Dit is een interessant spelletje. Ja. En kijk eens wie daar dan stilletjes wegsluipen. De twee jonge rensters, de Europees kampioenen tijdrijden, Vittoria Guazzini en Danique Hengeveld, de jongste van het hele stel, 19 jaar slechts. En dat werd ze pas in november, dus ze is echt nog piepjong. Ja, en die Hengeveld, die kan er eentje ook wel een aardig stukje voorop rijden. Ja, verrassende wending hier. Het peloton, dat werd zojuist aangevoerd door Eugenia Bujak. Dat is de Sloveens nationaal kampioen en die rijdt in de ploeg met Marta Bastianelli. Zo, dit had ik niet aanzien komen, Martine. Nee, ik vind het eigenlijk ook wel heel erg spijtig, maar er is toch niet genoeg vertrouwen in bepaalde renners. Misschien heeft Lotte gezegd van ja, ik heb toch niet de benen. De wedstrijd van gisteren zit er nog te fel in. Ik ga dit zeker niet kunnen waarmaken. Ja, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Wat gaat de wedstrijd van gisteren betekenen vandaag? Als je in topvorm bent, dan ga je natuurlijk wel hersteld zijn. Maar je gaat het altijd een beetje voelen. Je hebt altijd een spierschade opgelopen. Je bent heel diep geweest. Zo, Lotte is super diep geweest. Je hebt het gezien wat er gebeurt. Op de muur van Gerardsbergen kan ze Annemiek van Vleuten net niet volgen. Het is niet omdat ze dat dan niet wilde, maar gewoon dat het niet kan. Dus dan ben je op je maximaal aan het koersen. Daarna heeft ze heel lang alleen moeten rijden. Het is een heel zware wedstrijd geweest waarschijnlijk gisteren ook. En daar ga je altijd wel een beetje last van. Je gaat nooit niet volledig terug hersteld zijn. Dus die wedstrijd speelt mee, maar niet alleen voor Lotte Kopecky natuurlijk. Lorena heeft gisteren ook gereden, was derde. Marta Bastianelli heeft gisteren ook gereden, zat ook in die top 10. Dus de meeste rensters die hier favoriet zijn, die hebben gisteren ook de wedstrijd al in hun benen. Deze twee niet, vermoed ik. Ik ga dat even voor je opzoeken. Ik moet zeggen dat ik Hengeveld niet zeker sowieso weet. Niet. Nee, die waren er niet. Ja. En Vittoria Guazzini, ik hoop dat ik dat goed uitspreek en dat het niet... Dit is Fiver Georgie natuurlijk, mijn excuses. Dat zijn twee jonge rensters. Maar ja, dan heeft Fiver Georgie toch gewoon gesproken met Wiebes. Van, anders mag zij dit toch niet doen? Nou, ik denk dat je het op twee manieren kan uitspelen. Of je zorgt dat een van de twee rensters vooruit komt en je kan je benen stilhouden, je hoeft niet meer mee te draaien. Je kan zeggen, maar ja, er is iemand van voor, dus ik hoef niks meer te doen. Of je zet iemand volledig in dienst van en zet die op kop van het groepje. Hier hebben ze gekozen om haar naar voren te sturen, haar uit te spelen, zodat Lorena niet meer op kop hoeft mee te draaien. Dat het peloton direct daar terug op is gekomen, dat hadden ze waarschijnlijk ook niet direct verwacht. Maar voor Lorena was dit wel een goede situatie, als die kopgroepen was blijven rijden natuurlijk. We gaan langzamerhand weer richting Tieltwingen. Maar eerst nog de kasseien. Ja, en daar gebeuren net toch wel interessante dingen. Ja, we gaan zo meteen weer de Kerkstraat over, zoals het heet. De 700 meter kasseien. En zoals ik het nu zie... zit het peloton er, we beginnen er al aan, José. Aha. Er dicht genoeg achter om dat daar in één keer naartoe te vlammen. Dus bovenop direct weer een afdaling, draaien, keren. Kijk, ze zitten er vlak achter. Ik zou die motoren toch wel vooruit sturen, ja, dat gaat wel gebeuren. Een hele sterke prestatie vandaag van Fiver Georgie. Een echte wielerfamilie. De hele familie fietst. Kijk, daar, kijk eens even. Is dat Chantal van den Broek-Blaak? Nee, dat is Giacchini. Ik kan het helaas niet. Nee, het ging even een beetje snel. Het lijkt mij... Giacchini, inderdaad. Elena Giacchini. Zo, dat is erop en erover. De voormalige Italiaanse kampioen. Je ziet het aan de mouwtjes. Elena Giacchini. Ja, en ook een heel mooie trapfrequentie voor over kasseien te rijden. Met
met wederom Norsgaard daarachter. En Five Georgie die meegaat. Ja, dit is echt een fantastische strook. Doen we die straks in de lokale omloop nog een keer? Nee. Echt wat jammer. Ja, vinden we dat nu nog aanpassen? We gaan het doorgeven voor volgend jaar. We geven het door aan koersdirecteur Roger. Want het dat zal wij deze strook vaker willen. Het zou mogelijk zijn namelijk. Ellen van Dijk daar voor in het peloton. Ik denk ook Chantal van den Broek-Blaak daar voorin gezien te hebben aan haar postuur. Nog steeds alles zeer dicht bij elkaar. Kijk naar die wind. En die vlag uit Australië. Kan ook Nieuw-Zeeland zijn. Dat is een beetje lastig te zien op dit moment. Maar Elena Cecchini hier een sterke indruk. Zij is ook al jaren bij deze ploeg, hè? Ja, en zij is ook al jaren actief in het damespeloton. Dus zij heeft heel, heel veel ervaring. Zij weet ook heel goed waar ze mee bezig is. Bij elke wedstrijd heeft ze al eens gereden of al eens meegemaakt. Dus ja, zoveel ervaring meenemen is natuurlijk ook altijd, altijd super fijn in je ploeg. Aan welke start van welke wedstrijd dan ook. Iemand die kan vertellen van, nou ja, normaal verloopt het zo. Dat zijn de moeilijke stukken. Dit is Shirin van Anrooy vooraan dat peloton. Die vinnige stijl, we hebben dat natuurlijk op het WK veldrijden gezien. Ja, ik vind dat een prachtig renstertje. Ja. Met alle respect. En heel, heel veel talent. Ongelooflijk veel talent. Natuurlijk wereldkampioene veldrijden geweest bij de junioren. Shirin van Anrooy moest het afleggen tegen Fem van Empel in Amerika. Nee, niet tegen Puk Pietersen. Het was een heel bijzonder mooie wedstrijd. Het was een fantastische wedstrijd, ja. Inderdaad. Kijk naar nou eens even, Norsgaard die probeert hier nog even wat naar binnen te werken. Wat wel heel interessant is, is dat Bastianelli nu wel mee is. Ja, maar dat is ook de kracht van Bastianelli. Hè. Die kan op het moment dat ze er moet zijn, is ze er opeens wel. Ja, dan ben je een groot kampioen, hè? Ja, ze is een heel groot kampioen. Ze heeft zo verschrikkelijk veel ervaring. Ze gaat al zoveel jaren mee. Een heel relaxed persoon. Maakt zich zeker niet zo snel druk als ze een keer niet mee zit. Ze weet waar ze op moet letten en kijken Chantal van den Broek-Blaak ook met de regenboog onderaan haar mouwtjes. Twee rensters daarachter van DSM, Five Georgie en Flotje Makkai. Volgens mij is dat Aude Bianique, de Movistar renster. Gerin van Anrooy, Marta Bastianelli zien we daar. Emma Norsgaard natuurlijk. En we gaan even heel snel naar de reclame en dan zijn we snel weer terug.
Oké, we zijn terug hier in de Kruiwinkelhof. Omloop van het Hageland met Elena Cecchini hier voorop. Daarachter Emma Norskarp met haar ploegmaat Aude Bianic. Ook deze Elena Cecchini heeft een ploegmaat mee. Dat is Chantal van der Broek-Blaak. Marta Bastianelli hebben we gezien, de voormalige winnares. Shirin van Anrooy is erbij. Five Georgie, fantastische wedstrijd van haar vandaag. Dit lijkt me Clara Copponi te zijn van FDG. Maar dat gaan we zo meteen bevestigen. En dan hebben we één naam nog niet genoemd. En dat is Shirin van Anrooy. En Valérie de Meij, denk ik. Een Belgische. Ja, we hebben even getwijfeld omdat ze ook zich verstopt achter in de groep. Maar dit is een heel mooie groep. Ja, met heel veel sterke rensters die elkaar ook blijkbaar wel gevonden hebben. Je ziet ook Bart Sinelli is heel slim. Die weet dat ze gewoon moet meerijden om succes te maken om deze groep vooruit te laten komen. We zijn niet zo ver meer van de volgende doorkomst hier in Tieltwingen. Dit is een stuk wat ze straks nog een keer zullen gaan rijden. En je ziet Campbell op kop rijden voor Bike Exchange. De dame uit Trinidad en Tobago. Daarachter zien we Lonneke Unneke voor SD Works. Ook Marlène Royce weer vooraan te vinden. Ja, ook een World Tour ploeg, Bike Exchange hier met Urska Sigard, Ruby Roseman Gannon. Niet te onderschatten, een hele goede sprinter. Fantastische resultaten al gehad in Australië en zelfs ook in de ronde van Valencia. Kirsten Faulkner is daarbij, Nina Kessler en de dame uit Singapore, Chelsea Tan. Gevaarlijke situatie hier, maar goed aangegeven bij de kapel. Hier gaan we toch straks omhoog? Nee, hier komen we eigenlijk elk jaar in de finale naar beneden. Waar ik zei dat het parcours iets veranderd is. Waar ze normaal rechts aan gaan, we nu links. Dus normaal gingen we hier rechts, maar ze zijn wegwerkzaamheden blijkbaar. Waardoor de finale een beetje vertekend is. Wat eigenlijk niet verkeerd is. Wat het wel een iets minder snelle aankomst maakt dan het vroeger was. Hier zijn we helemaal achteraan het peloton. Heel erg lang gerekt peloton met een van de rensters van Team Co-op, Hightech, Ingvild Gaskien, de Noorse. En voor haar vinden we Maureen Arends, een jonge Nederlandse van het NextG by Experza team. Een ploeg die samen met Patrick Lefevre volgend jaar de stap naar de World Tour willen zetten. En dat zou een mooie plek zijn natuurlijk voor Belgische rensters met ambitie. Ja, absoluut. Het wordt echt tijd dat daaraan gewerkt wordt. Wie we ook zagen rijden was Marten Goossens van het Multum Cycling Team. Ik ken haar van het BMX'en. Ja, zij is veelvoudig Europees kampioen BMX geweest en zelfs wereldkampioen. En heeft de overstap gemaakt naar het wegwielrennen. Mm-hmm. Ook nog maar 19 jaar. Kijk, interessant. En, ja, ze zit hier toch nog in die eerste groep, weliswaar van achter, maar er komt genoeg tijd nu om nog weer naar voren te rijden. Ik verwacht eigenlijk dat zij een goede sprinter gaat zijn. Misschien nu nog niet, maar ja, dit is haar allereerste jaar tussen de grote dames. Zij gaat waar komt zij vandaan? Zij komt uit Balen, zij komt eigenlijk bij mij uit de streek. Dan zal ze veel explosieve kracht hebben natuurlijk als BMX'en. Ja, dat is natuurlijk waar ze voornamelijk op trainen. Ze heeft een ambitie ook om te gaan veldrijden, maar brak helaas haar sleutelbeen deze winter. En lag er eventjes uit en heeft dan nog wel een paar crossjes gereden. Waar ze eigenlijk, ze werd bijvoorbeeld vierde op het Belgisch kampioenschap veldrijden bij de onder 23. Dat was haar tweede veldrit die ze reed. Een goede mentaliteit, een groot talent. En als een van die Belgische meisjes die misschien, net als Lotte Kopecky, toch wel door kan gaan werken naar de top. Nou ja, mocht het lukken om er in België dus een World Tour formatie bij te krijgen, onder de van NextG by Experza, dan zal dat natuurlijk een mooie kans zijn voor veel Belgische meisjes. En ja, we zien in deze kopgroep één Belgische, dat is Valérie de Meij. Haar vriendin, Elke van Hoofd, natuurlijk een fantastische BMX'er. Kwam ook uit voor België op de Olympische Spelen in Tokio. 91. Ja, je ziet dat de peloton toch niet super ver weg is. Nee, maar nu gaan we het leuke gedeelte, of het eigenlijk het nog ook leukere gedeelte van het parcours zien. Want dit zijn die lokale omlopen. En dat is nog meer draai- en keerwerk en klimmetjes te gaan. Het eerste deel van de lokale omloop is wel altijd dit soort wegen. Dus
de finale is wel vanaf dat ze de Roeselberg op gaan beklimmen, is wel spectaculair. En gaan we wel mooie dingen zien. Ik zal nog eens even de namen doornemen van deze groep. Twee rensters daar van Team DSM, Fiver Georgie en Floortje Bakai. Twee rensters ook van Team Movistar met Emma Norsgaard en Aud Bianique. Twee rensters van SD Works met Chantal van der Broek-Blaak en Elena Cecchini. Tegen aanval van een van de rensters van Valkar. Die ontsnapte uit het peloton. Dan ben ik even mijn overzicht kwijt natuurlijk. Ja, en ik denk dat dit de sprinter Sanguetti is, als ik dat zo, haar nummer een 2 of een 3 is het. Die we net, anders kan het Sylvia Persico nog zijn. Een van die twee is het sowieso. In de kopgroep vinden we ook Valerie de Meij, Shirin van Anrooy. En Bastianelli natuurlijk. Absoluut. Ik denk dat dat even uit mijn hoofd de rensters uit de kopgroep zijn. Omdat we natuurlijk nu kijken naar de achtervolgster. En dat is inderdaad Sylvia Persico. Goede renster ook in het veld rijden. Was derde op het WK. Ja, hij is echt doorgebroken hè, dit jaar. Ik had inderdaad even niet zo snel de link gelegd. Maar nee. Het is inderdaad veel veldrijders vandaag. Het is nog vroeg in het jaar. Hè. Ze zitten nog in hun hoogvorm. Prachtig shot hier van al die kleurtjes daar in het peloton. Mooi om te zien. Ook de Australische daar aan de rechterkant. Cassia Bolio van het NextT Racing Team. En hier Ellen van Dijk even herstellen. Ja. Ze heeft natuurlijk een paar maten voorin. Wat een schitterende coureur is Ellen van Dijk ook. En een fantastisch mens. Even een wat oncharmante shot hier van Emma Norsgaard. Maar ja, je moet ook af en toe je neus legen. En Clara Copponi is de renster van FDG. Zij was gisteren vijfde, heeft dus wel die omloop in de benen. Vooral heel ontspannen, hè? Ze is zeker heel ontspannen. Heeft natuurlijk al een zege op zak dit jaar in de Ronde van Valencia. En gisteren koerste zij ook zeer actief mee in de omloop het Nieuwsblad. Ja, de samenwerking is goed. Bastianelli doet haar werk. Hè. Ze is zo verschrikkelijk ervaren. Laatst een keer. Zij won meteen de eerste wedstrijd van het jaar. De ronde van de eendagse koers in Valencia. En dat deed ze met een machtige sprint. Gaf toen ook aan, dit is mijn laatste jaar. Ze is natuurlijk al een keer gestopt om haar kinderen te krijgen. Dat was toen nog niet zo normaal als het nu is. En ze is weer teruggekeerd. Won daarna onder andere de Ronde van Vlaanderen natuurlijk in haar boerenjaar, noemen we dat in Nederland. Dit is Valerie de Meij, toch een van de meest constante rensters in België. Je kunt er een huis op bouwen. Ja, ook een grote waarde in de ploeg. Ze is ook zoals we dat noemen, iemand die de koers goed begrijpt en kan lezen. En dit zijn echt wel haar wedstrijden. Kijk eens aan. Knap hoor van Sylvia Persico. Prachtig aerodynamisch op de fiets, maar ontzettend aan het werken. Ja, zij weet gewoon, ik moet daar zo snel mogelijk naartoe en dan kan ik eventjes bijkomen. Ja, we hebben niet echt een ontwikkelingsploeg, een development team in het wielrennen. Maar als er dan toch eentje is, dan is dit wel Valkar. Elisa Balsamo komt er vandaan, Vittoria Guazzini. Nu hebben ze Chiara Consonni, Sylvia Persico, Ilaria Sanguinetti. Daar zit wel een hele hoop talent. Ja, dat blijkt elk jaar weer. Weer heel veel talent zit. Het is ook altijd een groep die wat opvalt, heel fel aan elkaar hangt. Dus er zijn daar toch wel heel veel momenten dat ze volgens mij aan teambuilding doen. Het is ook wel Italiaans natuurlijk om heel fel aan elkaar te hangen. We zien dat op elke wereldkampioenschap zien we dat weer terug. Ik heb zelf 2 jaar een Italiaanse dienst gereden. En dat is familie van elkaar. Heel fijn om daarmee om te gaan. Ze moeten wel alles geven hoor. Gemakkelijk gaat het niet. Ze krijgt het niet cadeau. Nee, ze lijkt een klein beetje stil te vallen. Dat laatste stuk is toch heel erg moeilijk. Kijk, ze blijft een beetje hangen. Het lijkt een klein beetje omhoog te lopen hier. Misschien een klein beetje wind tegen.
Als ik zo kijk naar de vlaggen hier buiten, dan is het nog steeds wind tegen in de finale. In dat laatste stuk van 300 meter. Dat is natuurlijk wel belangrijk om straks je sprint te timen als het tot een sprint komt. Ja, dat is sowieso hier al een beetje moeilijk. Kan je een klein beetje bergop sprinten? Behoorlijke timing is noodzakelijk. Dit is wel een stuk waar de wind ook redelijk negatief staat. Want kijk eens aan, ze gaat er gewoon niet komen. Dit is een chasse patat. Yes. Dit is eigenlijk de baan waar ik dan 1 jaar heb gewoond. En dus ik ken hem heel goed. Ja, hij is een beetje hellend. Nee, hij is eigenlijk heel vlak. Echt? Ik dacht echt, ja, ja. Hoe kan het dan dat het lijkt alsof het omhoog loopt? Ja, het is toch zeer, een zeer vlak stuk. Maar het is vooral de wind, denk ik, die heel negatief staat op dit stuk. Ze gaat er niet komen. Het peloton is toch niet zo ver achter, José. Maar het valt echt wel goed mee. Becky daar aan de linkerkant, ja, die wacht natuurlijk haar kansen af, mocht het toch nog tot een sprint gaan komen. Daar in die prachtige trui, Belgische kampioenen natuurlijk. Van Dijk achterin te vinden ook, heel rustig. We zien dat Campbell het nu toch lastig krijgt na het werk wat ze gedaan heeft voor in het peloton. Ja, we gaan nu aan het einde van deze baan rechtsaf en dan gaan we weer gaan we voor het eerst dit jaar de Roeselberg beklimmen. Vroeger was die veelvuldig in het parcours opgenomen, soms 4 of 5 plaatselijke ronden met de Roeselberg erin. Ook het jaar dat Ellen van Dijk won was dat zo. Nu is de omloop natuurlijk een beetje veranderd. We doen 2 keer de grote omloop en maar 2 keer de kleine omloop. 2 voormalige wereldkampioenen, kijk mooi, die 2 bandjes zo naast elkaar. Met Van den Broekblaak en Bastianelli. Ja, Ressico wordt weer opgeslokt door dat peloton. We zien daar Wiebes nog. Dit is Loretta Hansen, de Australische van Trek Segafredo. Ook Royce zit daar voorin. Silke Smulders bij Liv Racing. Kleine gestalte daar. En nu wordt er toch gewoon gewerkt voor de kansen van Bike Exchange. Met Ina Kessler daar onder andere. Zo ontspannen Lotte Kopecky is. Ja, ja, ze is ook ze zit vrij recht op haar fiets en je ziet haar altijd heel, heel duidelijk in het peloton. Ook Julie van der Velde daar goed voor in te vinden, daar in dat blauw van Plantoura Pura. Natuurlijk de overstap gemaakt van Jumbo Visma naar de Belgische ploeg. En hier zijn we met Aude Bianique. Ja, ze blijven wel heel goed samenwerken, maar het peloton is, ziet hun en zijn toch redelijk georganiseerd aan het raken. Goh, het is eigenlijk wel een heel spannende wedstrijd vandaag. Ik ben net genieten hoor. Constant veranderde situaties. Ik ben eens benieuwd. We gaan beginnen aan het eerste deel van de Roeselberg. Om dan maar in 2 delen Ja, en de vorige ronde dat we hier langskwamen, was dit toch een belangrijk punt? Dat was het punt dat eigenlijk inderdaad de aanstalte werd gemaakt om de eerste kopgroep terug te gaan pakken. Nu gaan ze naar dat eerste steile stukje gaan ze in plaats van rechtsaf linksaf. En dan begint de Roeselberg. Die toch, dat is toch wel een pittig klimmetje hoor. Dat moet je echt niet onderschatten. Het is ook bovenop, niet direct naar beneden, maar een lange uitloper. Aude Bianique, ook een renster uit het Bretonse. Samen daar met haar ploeggenoot Emma Norsgaard. 2 rensters van SD Works, Chantal van den Broekblaak en Cecchini. 2 rensters van DSM, Flortje Makai, Five Georgie. Dan hebben we Marta Bastianelli, de oud-winnares. Clara Copponi, gisteren nog 5e in de omloop. Valerie de Meij, de Belgische. En Shirin van Anrooy daar achterin in dat wit met blauw van Trek Segafredo. Dat zijn de leidsters op dit moment. Maar kijk, het peloton is echt niet ver en er gaat zo meteen op de Roeselberg nog een hoop gebeuren. Als het niet nu is, dan is het wel de volgende ronde. Absoluut. Ik denk dat we nog wel wat spektakel gaan krijgen. We zitten nu op het eerste hellende stuk. Nou, ze blijven ook heel netjes samenwerken. Ja, het peloton is 1 groot blok daarachter. Daar wordt op dit moment nog niet actief gejaagd. Maar, ik moet zeggen, we hebben natuurlijk gezien al in eerdere fases dat we dachten de kopgroep is er vandoor, dat er toch nog weer een nieuw scenario zich ontspon.
ik verwacht ook wel dat dit nog niet het moment is. Er kan nog van alles. Ja, we hebben al een paar keer gezegd van dit ziet er heel goed uit. Voor de... Precies. Dus we gaan ons er niet meer aan wagen om dat te zeggen. Je ziet, ja, het maakt het wel enorm aantrekkelijk om naar te kijken. De peloton is heel breed, maar ik denk dat de snelheid wel zeer hoog ligt. Ze blijven op dezelfde afstand. Ja, Chantal van den Broek Blaak, die eigenlijk na dit voorjaar zou stoppen, heeft dan toch nog bijgetekend tot en met 2024. Een verrassende beslissing, maar ik ben wel heel blij dat ze nog in het peloton blijft. Want ze is toch een van de smaakmakers altijd. Ja, een van de redenen die ze gaf was dat ze het toch lastig had, zijzelf, maar ook haar partner. Tijdens de coronacrisis, haar partner had een burn-out. Het leek thuis allemaal totaal anders uit te zien. Ja, nu ze ook in haar omgeving ziet in het peloton dat... Ja, een kinderwens hebben tegenwoordig niet het einde van die carrière betekent. Ze heeft aangegeven aan het management, het kan zijn dat ik zwanger word. Dan ga ik er tussenuit, maar dan kom ik weer terug. En daarom wil ik mijn contract graag nog met 2 jaar verlengen. Ja, dat gesprek is inderdaad geweest. Die zijn de, en thuis is het ook een stuk rustiger. Haar partner is inmiddels helemaal hersteld, Lars. En dat biedt toch weer andere perspectieven. Ja, en als je... haar zo ziet rijden, dan zit er nog genoeg in. Ja, het echt een, gaat ook nog heel veel uitkomen dit jaar. Dat geeft waarschijnlijk heel veel rust dat ze weet van, ja, mocht ik zwanger worden, ja, dan is mijn toekomst ook verzekerd. Ik kan proberen terug te komen. Het is natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend dat je na een zwangerschap ook dat niveau kan halen. Dat is niet iedereen gegeven. Dat wil ook niet iedereen. Nee, dat is maar Johansson wilde het bijvoorbeeld niet. Nou, ik persoonlijk ook niet. Dat is wel de reden waarom ik uiteindelijk ook gestopt ben met mijn job. Omdat ik heel graag moeder wilde worden. Wat dan ook gelukt is, gelukkig. Van Lisa. Van Lisatje, ja. En Chantal wil ook heel graag een kind. En we kennen elkaar heel goed. Ik ben ook nog altijd betrokken bij de ploeg. En we fietsen nog wel eens samen. En dan heeft ze er ook wel veel vragen over. Dus ik vond het verrassend dat ze tekende tot ik het hoorde onder welke voorwaarden. En dan kan ik het goed begrijpen. Laten we hopen dat het haar gegeven is moeder te worden. Of samen met Lars ouders te worden. En dat ze daarna, net als Lizzie Dijknen, gewoon terugkomt om... Parijs-Roubaix te winnen, noem maar een dwarsstraat. Ja, bijvoorbeeld. Ja. ik denk dat wat Lissy heeft gedaan is natuurlijk een enorm groot statement wat ze heeft gemaakt. Wat eigenlijk vroeger, ja, en terwijl Chantal hier eens even op de pedalen gaat staan. We gaan weer terug naar de koers, maar inderdaad het statement van Dijknen. Het kan 1 en zelfs misschien wel 2 keer om tot het op het allerhoogste niveau weer terug te komen. Maar hier Chantal van den Broek Blaak, Emma Norsgaard, Bastianelli, De Meij, Van Anrooy, Makkai. Dat zijn de renners hier daarachter. Zien we Copponi, we zien Oud-Bianic, Five and Georgie. Wat een wedstrijd rijdt die vandaag. En eigenlijk de initiator van deze kopgroep, Elena Cecchini. Ja, en je ziet dat ze toch niet overeenkomen weer. Hè. Dus er wordt naar elkaar gekeken. Chantal heeft onrust gestookt in de kopgroep. Op het moment dat je gaat aanvallen in een kopgroep, wordt er toch wel direct naar elkaar gekeken. Wie rijdt het gat wel dicht, wie niet. En waarom rij je weg, waarom werk je niet door? Er komen veel vraagtekens en dat verstoort de rust natuurlijk. Kijk, de situatie is op dit moment het meest ideaal voor Marta Bastianelli. Ik denk dat ze Emma Norsgaard in de sprint wel kan hebben. Daar ben ik wel zelfs van overtuigd. Dat dachten we vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen ook. Met Askreen en Van der Poel. Het moet nog wel gedaan worden. Ja, en we dachten het eigenlijk gisteren ook met de Demi Poldering en Annemiek van Vleuten. Ja, zeker. Dus dat was ook heel verrassend. Weer een aanval van een van de rensters van Valcar. Met natuurlijk ook een hele sterke Chiara Conzoni als het gaat om de sprint. Ja, en Ruby Rose McGannon is toch ook echt een naam om in de gaten te houden in dat tricot van Bike Exchange. Eerlijk gezegd niet mijn favoriete outfit. Nee, ik vind... Maar het valt wel lekker op. Ik ben sowieso niet zo heel erg voorstander van al het roze in het peloton. Het is veel roze. Ja, maar dat is dan misschien gewoon een beetje een persoonlijk... Als commentator is het te veel roze, laat ik het zo zeggen. Ja, het is redelijk uit elkaar te houden, vind ik wel. Maar ik zie dat dan een team Tipco ook echt wel helemaal in het roze is gaan rijden. Ik denk dat er geen overleg is geweest onderling bij de ploegen. Welke kleuren ze gingen gebruiken. En in ene was alles roze. Hier zijn we weer bij onze leidsters. Ja, het verschil is niet groot. Misschien dat we even
achter deze groep kunnen kijken. We hebben natuurlijk drie blokken. Twee rensters van ST Works, twee van DSM en twee van Movistar. Ja, Floortje Makkai en Five Georgie, allebei al veel gegeven. Vooral die dame daar in die witte trui, de nationale kampioene van Groot-Brittannië. En kijken we daarachter, zien we daar op die slingerwegen het peloton al komen. Ik heb wel het idee dat hier een forse wind staat. Ja, ik denk dat ze hebben twee bevoor opgegeven, maar ik heb het gevoel dat het net ietsje meer is. En hier gaan ze de afdaling in. Dus dit is de afdaling eigenlijk naar de laatste beklimming van de plaatselijke omloop. Met een vervelend terugdraaiende bocht helemaal onderaan naar links. Wel een kritiek puntje. En daarna gaan we 1,5 kilometer bergop, maar dat is meer een wat vals platte beklimming. Maar wel met de wind die een beetje schuin tegenstaat. Dus dat kan wel een zwaar stuk zijn. Voor de mensen die lokaal bekend zijn hier in de omgeving van Tieltwingen. Dat is de Kiekebosstraat, 1,5 kilometer lang. Gemiddeld niet zo heel steil, slechts 1,8%. Dat is dus vals plat. Maar met tegenwind en vals plat is het wel dubbel zo erg. Absoluut. En als je de bocht doorkomt, je staat sowieso stil. En daarna is het eerste stukje wel wat steiler. En de uitloper is helemaal open. Dus dat is zo'n Ellen van Dijk stukje. Ja, dat zou zomaar kunnen, maar ze zit hier niet voorin. Nee. En ja, Chantal van den Broek-Blaak zou dat natuurlijk wel kunnen. Die heeft wel eens wedstrijden gewonnen op die manier. Ja, Chantal, voor Chantal is het 20 kilometer, dat is een beetje het punt voor haar om te vertrekken. Hè? Ja, dan wacht ze nog een rondje. Kijk, hier is toch wel een terugdraaiende bocht. En hier beginnen we aan de Kiekebosstraten. Fantastische naam. Ja, heel mooie naam. Met Emma Norsgaard hier voorop, daarachter Cecchini en Van den Broek-Blaak. Echt een beetje een tongbreker, Van den Broek-Blaak. Ja, Blaakie, hè? Ja. Zoals ze nog altijd genoemd wordt in het peloton, haar nickname. Ja, een klein beetje overleg hier tussen de Italiaanse en de Nederlandse. Bij het peloton met Maaike van der Duin, met Grace Brown daarachter. We zien ook Reusser nog weer op de voorposten en ook niet daar heel ver achter Lotte Kopecky. En de 25 seconden, dat blijft toch altijd nog overbrugbaar. Dat is met een mooie aanval zeker te doen. Voorlopig komt er nog niemand echt tot hulp. We zien Planturpura daar ook aan de buitenkant van de weg. Ze rijden met vijf Belgische dames. Julie van der Velde, Julie de Wilde, Justine Gekieren, Kiona Krabbe en Kim de Baat. En één Duitse, Laura Sussemilch. Volgens mij ook deel uitmaakte van het winnende kwartet ploegentijd. Of hoe heet dat? Ploegachtervolging op het WK. En het was Kim de Baat die nu naar voren kwam. Die vorig jaar een internationaal uitstapje heeft gemaakt. Naar de politie? Ja. In Dubai? In Dubai. ik was daar verrast door dat ze dat deed. En kijk, een aanval. Een aanval van Aud Bianique. Ja, zij moet de rest een beetje gaan moe maken. Want ja, vooral Bastianelli. Alhoewel, Norsgaard die gaat gewoon niet mee. Dan zal ze misschien aangegeven hebben van, weet je Oud, ik heb vandaag de sprint niet. Ja, of ze wil haar die kans geven, maar ik zou dan sowieso, ze kijkt achterom, ze ziet Bastianelli, ze houdt direct haar benen stil. Dus Bastianelli gaat toch elke keer de zaak moeten oplossen, ben ik bang voor haar. Ja, ze is alleen en zij is in deze groep toch degene met het meeste belang bij een sprint. Ja, ze is veruit de snelste van deze groep. Ja, we komen toch weer in de buurt nu van de Kiekebosstraat. En daarna, of dit laatste stukje, en daarna dus weer de finish, dat wilde ik zeggen. Want de laatste finishpassage is op 15 kilometer. Ja, kijk, dat peloton komt eraan hoor. Ja. We gaan nog een hele spectaculaire laatste ronde krijgen hier. Ja, en hier hebben ze ook het overzicht. Je ziet Marta Bastianelli kijkt even zo over haar schouder en ziet ook
ja, dat het peloton echt niet ver weg is. Hebben ze nog altijd niet in beeld? Zo, dat is toch een behoorlijke voorspronger. Ik denk dat deze finale een mooie finale is voor iemand als Blaakje. Ja, zeker. Als je hier het verschil kan maken op dit stuk, hier afdaling, draaien, keren, dan kan je ook gewoon wegblijven. Het is enkel die laatste kilometer die gewoon in rechte baan is, geen bochten meer. Je bent in zicht. Ze kunnen je zien. Als er de renners overeen komen achter je, ja, dan wordt het heel erg lastig. Het is mooi weer, het ligt allemaal droog, want dan zit het wel een gevaarlijk punt. Ik heb hier al wel eens renners in die groene haag gezien belanden. Ja, dat weet ik nog wel. Dat ze daar naar beneden stormden, langs de kapel, en dan die scherpe bocht maken. Ja, Valcar wil graag. Ze hebben Chiara Consonni, die echt snel is. Daar zit ze helemaal aan de rechterkant, dan komt naar voren toe. Oh. Had iets meer gas mogen geven in die afdaling. Met twee absolute toptijdrijdsters daar, controlerend erachter. Ellen van Dijk en Marlen Reusser. Ook de twee grootste, denk ik. Een lang end, zeggen wij in Nederland. En hier zijn we weer bij onze kopgroep. Nu Five and Georgie vooraan. De Britse kampioenen in dienst van Team DSM. Met Floortje Mackay. Dat betekent dat hun twee snelste vrouwen op papier, Charlotte Kohl en natuurlijk Lorena Wiebes, nog steeds achter hun zitten. En ja, deze twee vrouwen hebben niet veel kans in een sprint tegen Bastianelli. Moeten ze dan toch niet op Wiebes proberen te wachten? Ja, ik heb toen straks wel gezien dat de hele ploeg om Lorena heen verzameld was en van voor. Dus ik twijfelde een beetje dat ze toch het gat gingen dichtrijden. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Maar ze zitten wel gereed om te reageren zodra het moet. Allemaal netjes om Lorena heen. Floortje is ook wel een redelijke goede renster om het alleen af te maken. Maar dit is wel een heel sterke groep bij elkaar. Haute Bianic, de Bretonse. Mooie renster, zeer stilistisch, ook sinds het begin al daar bij het project van Movistar. Echt een van die pionnen ook in het voorjaar van de Spaanse ploeg. Ja, je ziet, dit zijn ook echt allemaal professionele wielrensters. Ze zitten allemaal fantastisch mooi op hun fiets. Er wordt veel aandacht aan besteed tegenwoordig. Ze ook allemaal topmateriaal, rijden op hetzelfde materiaal als de mannen. Dezelfde begeleiding, ploegleiders die er zelfs om gevraagd hebben om de vrouwen te begeleiden. En van de mannen overkomen. Het is een prachtig project van de familie Unzué. Daar gaan we, richting van de finish. En, nog één keer de namen. Chantal van den Broek-Blaak samen met ploeggenoot Elena Cecchini, die trouwens ook goed kan aankomen. Twee rensters van Movistar, Emma Norsgaard, Haute Bianic. Twee rensters ook van team DSM met Five and Georgie en Floortje Mackay. We hebben Clara Copponi gisteren nog vijfde. Was derde in de pelotonsprint in de Omloop het Nieuwsblad. Marta Bastianelli, voormalig winnares hier. En al winnares dit jaar in Spanje. Shirin van Androoy en Valérie de Meij. En het werk wordt op dit moment gedaan door Valcar, die hier rijden met hun snelle sprinter Chiara Consonni. Nee, je ziet, er is niet zoveel meer overgebleven van het peloton. Het is toch een hele zware dag geweest voor de meeste renners. Ondanks dat het weer zo lekker is. Het is fantastisch weer. Maar het was natuurlijk aanval na aanval na aanval. Ja, dat kruipt wel in de been. En deze wedstrijd, Martine, is dus gewoon langer dan de omloop, hè? Ja, en het is ook, ik denk, dat we keer drie gaan als we kijken naar het aantal bochten die genomen moeten worden. En dat kruipt toch echt wel in de kleren. Zeker als je een beetje van achter zit. Er is dus een valpartijtje. Je raakt dus van de weg in de berm. Het kost allemaal enorm veel kracht. Hè. Je moet constant alert zijn. Kijken waar de wind staat. Het is echt niet rugnummertje opspelden en vertrekken hier vandaag. Je moet gefocust zijn vanaf de start.
Na 10 kilometer was er al de eerste beklimming vandaag. Op al heel smalle wegen, dus ja, je moet zeker je hoofd erbij hebben. En Bastianella, je probeert haar zaakjes te redden, hè? Mm-hmm. Ja, zij heeft echt het meeste baat bij een sprint. En ja, dan hoeft ze het niet op te nemen tegen een Wiebes, onder andere. Of een Lotte Kopecky. Ja, ze zal dit scenario willen behouden. En dat is ook waarom ze de andere renners aanspoort van kom, rijden. Ze komen eraan, blijf gas geven. Ze zal zelf ook altijd haar werk blijven doen. En dat is ook, ja, met al haar ervaring speelt ze dat vandaag weer uit. Gisteren was ze negende, Marta Bastianelli, in de omloop het Nieuwsblad. Ook Norskart reed daar in de top 10, was daar zesde. Copponi, zoals gezegd, was er vijfde. Dat zijn ook drie vrouwen die we dus nu in de kopgroep vinden. Sterke rensters. Flotje Makkay was er gisteren 18e. En ook deze Valerie de Meij was erbij. Ze was 37e, kwam dus in het eerste peloton binnen. Hier zien we onder andere Tinelle Campbell. Zijn we met Nina Kessler. Ja, ze hebben hun werk gedaan. Voor Ruby Roseman Gannon. Dat is hun snelle vrouw daar bij Team Bike Exchange. Dat is echt al zeer succesvol geweest in het Australische. Een nieuwe naam. Maar toch echt een naam om te onthouden. Ruby Roseman Gannon. Prachtige naam trouwens. Absoluut, ja. Kijk eens even, die Oud-Bianique, die trekt dat tempo hier eens even door op dit lange stuk. Ja, met Shireen van Anderooy daarachter en Fiver Georgie. Wat een dag heeft die vandaag, de jonge Britse. Zoveel al in de aanval geweest, zat bij veel vluchten mee. Ja, en dan komt even Chantal van den Broek-Blaakje gepasseerd. Alsof je stilstaat, moet je zien hoe ze moeten aanzetten om... om terug aan het wiel te komen. Chantal rijdt echt heel sterk. Copponi, die zijn hier natuurlijk in de achtervolging. Het is mooi. We zien kansen hier. Ah, er is helaas heel weinig organisatie. En dan krijg je dit soort situaties dat er een renster vooruit rijdt. Van Bee Pink, wederom ook Roche. Ja, ja, maar die komen weg met hun naam. Ook al jaren... Sylvia Sanardi, natuurlijk de Europese kampioene bij de belofte. Nog ook echt een naam om rekening mee te houden. Het is ook al jaren in het peloton natuurlijk. Hè. De ploeg Bee Pink van Walter Sini. Een man die zich al vele jaren inzet voor het vrouwenwielrennen. Twijfelde of dat hij door zou gaan met zijn ploeg. En heel laat de beslissing genomen om dan toch dit jaar nog een jaar door te zetten. Ja, ze gaan bij SD Works toch de kaart van Cecchini spelen. Natuurlijk meervoudig een nationale kampioene, Elena Cecchini. Volgens mij won ze die titel al 3 keer. Maar dat is inmiddels ook alweer 5 jaar geleden. Ja, en Italië natuurlijk ook een land vol met heel, heel goede rensters. Dus als je daar kampioen kan worden, is dat natuurlijk een fantastische prestatie. En vooral ook een land met een ijzersterke jonge generatie. We hebben al wat namen genoemd, maar er komt echt nog veel meer aan. Ze hebben een fantastische traditie in Italië en vooral een fantastische opleiding bij ploegen als Bee Pink, onder andere wat je zei, Walter Zini. Maar natuurlijk ook Valcar Travel and Service, waar... ja, de ene naar de andere kampioen wordt afgeleverd momenteel. Laatste overwinning van Elena Cecchini dateert alweer van 2019, toen ze het nationale kampioenschap tijdrijden won. En de laatste zege die ze had op de weg was in de Thüringen-Rundfahrt. Goh, en dat blijven ze zien, hè. Ze zitten nog altijd in één beeld en... ik vind dat toch, het peloton gaat toch veel sneller dan je zou denken. Dus er wordt echt wel goed doorgereden. Ik zou zeggen, organiseer, vind elkaar. En je kan deze kopgroep terugpakken. En het spel is geheel opnieuw op de wagen. Ja, het is een ongelofelijke attractieve koers vandaag, deze Kraaiwinkelhof. Omloop van het Hageland. Ja,
we toch echt al de grootste wielrensters van deze tijd vooraan hebben gezien. En al communicatie daar van Norsgaard met de ploegleiding. Wat een beest, met alle respect, deze Oud-Bianic. En wat zit Marta Bastianelli daar lekker in een zetel. Maar ja, haar twee grote concurrentes, Clara Copponi, zou ik zeggen. Emma Norsgaard. En wellicht ook Cecchini. Ja, ik weet eigenlijk niet, Pfeiffer Georgi, hoe rap die is. En wat hij nog over heeft. Ja, want we houden er geen rekening mee, maar misschien kan zij ons nog verrassen. We gaan naar de laatste 10 kilometer. Het verschil, het is echt niet groot. Hè. Er zit geen neutrale wagen tussen. Het zal niet meer dan 30 seconden zijn tussen deze vrouwen voorop en het peloton. En nu even, wacht je niet een aanval? Ik verwacht dat Chantal van den Broek blaak gaat op de uitloper van de Roezelberg. En dan solo. Ja. Ik schat haar kansen inderdaad het grootst in op dat punt. En ik denk dat ze later gaat, dat de reacties veel te snel gaan komen. Maar Norsgaard is enthousiast aan het communiceren met Jorge Sanz, de ploegleider daar van Movistar. Dat is hij ook al jaren. Sinds het begin van het project is hij daarbij betrokken. Een pony aan het wiel van haar landgenoten. En wat een beurt hier. Ja, dit is het beestachtig sterk. Van Oud-Bianic. Het is ook een renster die al vele jaren meedraait in het peloton. Kun je een huis opbouwen. Ja, ze vraagt nog niet eens om over te nemen. Nee, ze blijft gewoon doorrijden. Copponi daarachter is een dame uit het zuiden van Frankrijk, uit de Provence. Aix-en-Provence komt ze vandaan. Ze was natuurlijk op jonge leeftijd al nationaal kampioene. Ze zit daar in het tweede wiel, gisteren vijfde geworden. Net 23. Daarachter Bastianelli natuurlijk met ongelooflijk. Goed voorin blijft. Ja, Shireen van Anrooy, zoals altijd met dat kleine verzetje, zoals het ook in de cross doet, rijdt ze ook op de weg. Altijd alsof ze nog op haar juniorenverzet aan het rijden is. Zoveel omwentelingen draait ze. Achter van Anrooy in het wit is het Norsgaard. Daarachter is het Van den Broek-Blaak, Floortje Mackay. Maar jongens toch, Oud-Bianic, die gaat in er eentje deze hele groep gewoon naar de finish rijden. Ja, ik ben wel benieuwd. Zometeen op de Roezelberg is natuurlijk, kan zij dit tempo niet blijven volhouden. En wie gaat het dan doen en gaan er aanvallen komen? Dit is je opofferen voor je ploeggenoot, maar al heel vroeg in de koers, voor nog een heel zwaar stuk. Dus ik hoop dat ze zich niet helemaal leegrijdt voordat ze aan de Roezelberg komen. Want dan zit de Norsgaard toch helemaal alleen, ben ik bang. En dat zou dan een iets minder ideale situatie zijn voor Norsgaard. Maar er wordt natuurlijk constant gecommuniceerd met de ploegleiding. Ja, daar gaat ze weer. Ze zal Bianic dit toch niet laten doen als ze zich niet sterk genoeg voelt? Ja, ze zal zich zeker sterk genoeg voelen om de sprint te winnen. Maar het is natuurlijk veel beter als je met z'n tweeën een sprint kan aangaan dan dat je bijvoorbeeld nog in de tank zit van DSM en SD-Works, die dan toch ook nog twee rensters hebben. Ja, die zijn wel al aan het anticiperen. En dan gaat weer Pfeiffer Georgi. Wat een koers. Gevolgd door Bastianelli, Clara Copponi, Emma Norsgaard en Chantal van den Broek-Blaak. En dan is Oud-Bianic er aan voor de moeite. Geeft er eens ongelijk. Dit is de Roezelberg. In ieder geval het begin daarvan. Houdt het nooit op, hè, met deze dame uit Groot-Brittannië. Ja, en voor wie iets over hebt, is dit het ideale moment om te gaan. En Floortje Mackay weet dat. Die weet wanneer zij moet vertrekken. En dan gaat Cecchini erachteraan. Ook Shireen van Anrooy. De jongste hier. Dan weer Emma Norsgaard en Bastianelli op een grote plaat. En dan is er moeite voor Pfeiffer Georgi. Ja, het is een keer op. Ook Chantal van den Broek-Blaak heeft het vandaag niet om het nog alleen te gaan proberen. En ook Clara Copponi is eraf op deze berg. Ja, dit wordt een hele mooie finale. Eens kijken wat er hier nog gaat gebeuren. Nog een aanval vanuit het kamp
van EF Education. Daar in het, nou ja, hè, weer roze. Met Veronica Ewers hier, denk ik. Ook Consonni die dat probeert. Ellen van Dijk zien we natuurlijk ook. Ook het peloton geeft zich nog niet gewonnen, Martine. Nee. Ja. Kijk, en Ellen trekt door. Hè. En ja, dit is echt Ellen haar ding. Dat is niet lang. Het is wel stijl. Ze kan haar vermogen kwijt. Ze heeft Shirin van Anderen natuurlijk wel van voor zitten. Maar mocht zij hier alleen vooruit, dan krijgt zij alle ruimte natuurlijk vanuit haar ploeg. Je ziet, er is toch een direct een groot gat. Een ploeggenoot van Marta Bastianelli mee. Kijk, Ellen gaat gewoon erop en erover. Laat die erin staan. Ja, zo won ze natuurlijk ook ooit deze wedstrijd. Ja, het is natuurlijk nog maar 7 kilometer. En de achterstand is toch behoorlijk groot. Als zij daar nu naartoe wilt rijden, gaat zij toch alles moeten geven. Je ziet, hier is de kopgroep in twee gebroken. Het is een ongelofelijke afstand die nog overbrugd moet worden, hoor. Hier hebben we Shirin van Anrooy, Marta Bastianelli, Emma Norsgaard, Floortje Makkai en Elena Cecchini. Ja, en dan gaan toch alle ogen nu naar Bastianelli. Hè? Ja, dat vinden die andere vier ook. Maar Norsgaard en Cecchini, ik zal ze toch niet onderschatten, hoor. Nee, de beste sprinters blijven uiteindelijk allemaal over. En ze hebben ook blijkbaar allemaal een heel goede dag. Maar je mag gewoon met z'n allen wijzen naar Bastianelli, terwijl Floortje Makkai weer de aanval kiest. Wat ik al zei, hè, dat is haar manier om een koers te kunnen winnen. Zij kan ook heel goed alleen rijden. En ze geeft haar echt geen ruimte, José. Kijk, ze zit er direct op het wiel. Mm-hmm. Ja, dan hebben we dus de Roeselberg zo meteen gehad. Dan hebben we eigenlijk nog alleen de Kiekebosstraat. Dus dat lange stuk valsplat van 1,5 kilometer. Ja, met de wind een heel slecht. En je ziet Shirin van Anrooy haar jeugdigheid en haar gretigheid constant de anderen aansporen. En het tempo willen hoog houden. Ja, mega, mega groot talent deze dame uit het Zeeuwse. En hier hebben we Ellen van Dijk. Ja, die toch nu achterom moet gaan kijken, hè, want gaat het hele peloton op sleeptouw nemen anders. Ik denk dat het een beetje te laat gaat worden. Het hele peloton is nog maar 25 vrouwen groot. Het is een verschrikkelijk zware wedstrijd geweest vandaag. Ik denk dat de parcoursbouwers ook dit heel graag wilden. Na al die jaren sprinten zijn ze er echt wel in geslaagd om het super selectief te maken. Ja, we hebben natuurlijk sinds ze zijn begonnen hier live vanuit deze kruiwinkel Hofomloop van het Hageland, 84 kilometer van de streep, hebben we al verschillende aanvallen gezien. Ja, Bastianelli zegt, bye. Ja, ik begrijp haar heel goed, maar de rest denkt, je gaat straks heel snel gaan in die sprint. Dame. En dan gaat ze weer. Kijk eens. En de rest twijfelt nu, dat kan wel eens haar moment zijn. Dit is wel een gaatje dat Shirin van Anrooy laat. Dit is een mooi stukje timing van Floortje Makkai. Ja, en voor haar in nadeel speelt misschien dat de rest nu terugkomt. En dat er direct gewerkt kan gaan worden door de renners die net gelost zijn. Zoals Chantal van den Broek Blaak, die direct kan gaan werken. We gaan hier door de fruitgaarden heen met Floortje Makkai. Ja, het is 5 kilometer. 5 kilometer solo is natuurlijk niet makkelijk. Ze is geen veelwinnares, hè, deze Floortje Makkai. Nee, als ze wilt winnen, dan doet ze het meestal op deze manier. Ze gaat nu zo meteen die afdaling in. Maar maakt gebruik van de motor, heel slim van haar. Ik vind haar een fantastisch mooie renster. Ik heb dat altijd gevonden. Ze was al heel jong, heel erg goed. Ja, zit ook al heel erg lang onder de vleugels van dit team, volgens mij. Past blijkbaar daar heel goed en voelt zich daar heel goed thuis. Ik zie die grinta ook op het gezicht van deze 26-jarige Nederlandse. Ja, er is nog geen overwinning voor Team DSM. Niet bij de mannen en ook niet bij de vrouwen. Voor zover ik dat even uit mijn hoofd doe. Dat eens even verifiëren. Nee, en dat zou dus een mooi begin zijn van het seizoen voor deze ploeg. Ja, het zijn nog 4,5 zeer zware kilometers.
En we weten dat de wind straks ongunstig staat voor de renster voorop. Mataar moet even ruimte maken als we zo weer langs de kapel gaan. Ja, nu is voor haar alleen een enorm zwaar stuk. Hè. Dus dat is 1,5 kilometer. Als ze boven is, staat het bord daar van de laatste 3 kilometer. Dan is het niet meer bergop, enkel nog naar beneden. Ja, deze dames zijn ook niet zo verder achter meer. Nee, dit is eigenlijk allemaal heel dicht bij elkaar. En hier zie je... Het lijkt alsof het weer samengetroept is, maar... Omdat Emma Norskaart daar lijkt te zitten... Maar dat hebben we dan even niet gezien. Ik denk dat ze er nog tussen zitten, hoor, Martine. Ja, ik... Het zou heel verrassend zijn dat ze zo snel terug op die kopgroep zijn gekomen. We hebben natuurlijk het groepje van... Ja, hier zitten ze Chantal Blaak aansluiting zien maken. Maar ze zitten er toch het peloton ook niet heel ver achter. En, ja, kom maar, Floortje. Die kan gebruik maken, want van achter is er niet veel samenwerking. Nee, er is besluiteloosheid daar. We zien een Shirin van Androoy naar Five and Georgie kijken... En ook Bastianelli denkt, ja jongens, ik kan er niet in mijn eentje doen en daarna nog een sprint rijden tegen Norskaart en Cecchini. Ja, en het is voor team DSM natuurlijk een prachtige situatie. Hè. Dus Floortje Mackay kan hier haar ding doen. Het peloton zit er vlak achter. Lorena Wiebes zit daar 100% zeker ook nog op een mooie plek. En Chantal van den Broek-Blaak gaat het opruimen. Als niemand het wil doen, gaat zij zich opofferen om... En kijk, je ziet, het is zo'n verschrikkelijk zwaar stuk. Dat je alleen wel heel sterk moet zijn om weg te blijven. Ja, helaas voor Floortje Mackay gaat Chantal van den Broek-Blaak dit dichtrijden. En die neemt Norskaart en Bastianelli mee. Ja, en dus, dit is niet een heel erg ideale situatie voor wat Chantal nu veroorzaakt. Nee, want Cecchini is daar niet bij. Dus dan zal ze het zelf moeten doen. Ja. Dit doet ze eigenlijk gewoon voor Bastianelli en voor Norskaart. Ja, dit is niet... Ze haalt nu de kolen uit het voer voor twee sprinters. Hè. En die Shirin van Androoy, als die nou eens zou durven en zou kunnen... zou een heel mooi moment zijn hè, om te proberen van tussen te gaan. Maar we zitten binnen de laatste 3 kilometer. Ja, het zwaarste stuk ligt achter ons. Ja, Cecchini komt ook weer terug. Ja, maar ze moet het werk zelf opknappen. Hè. Ja, dan heb je weinig meer over in de sprint. Ik denk dat het een sprint gaat worden tussen Bastianelli en Norskaart. Ik ben ook benieuwd wat Shirin van Androoy daar nog kan doen. Want zij heeft toch een hele sterke wedstrijd achter de rug. En ziet er nog altijd fris uit. Elke keer als er een groepje wegrijdt, zit ze er toch maar bij. Net 20 geworden, Shirin van Androoy uit het Zeeuwse. Niet zo heel ver van de Nederlandse grens. Dan denken we aan de kant van Berg op Zoom, Hogerheide. Dat is eigenlijk een beetje haar thuiswedstrijd in de cross. Ja, had natuurlijk een prachtige zilveren plak op het WK in Arkansas. En is ook de Europese kampioene onder de 23. Ja, en haar laatste cross was nog niet eens zo heel lang geleden. Dus die is gewoon doorgegaan op hetzelfde elan. Nou, nog maar eens een keer Five at Georgie. Gevolgd door Cecchini. Weer Norskaart mee. Weer Bastianelli mee. Ja, ze zijn in ieder geval gevlogen voor het peloton. Je ziet, ze zijn ver weg. En het is de afdaling langs het kapelletje. Onderaan linksaf. En dan zitten we al in de laatste 2 kilometer. Five Georgie verdient toch echt de prijs van de strijdlus. Maar misschien verdient ze nog wel iets veel groters. En dat is de zegen hier. De Britse met Hongaarse roots. Ja, en Trek-Segafredo die hier op kop rijdt, maar die gaan te laat komen. Hoor. Ja, dan zal het van Androoy moeten komen. Als het gaat om de eer van Trek-Segafredo. Ja, dat is veel druk op de jonge schouders. Ja, oei, dit is een hele... Oei, die bocht. Coponi die daar ook weer gewoon terug probeert te komen. Hè, daar in het vijfde wiel. De Française. Ja, dit is nog even een moment om de benen stil te houden. Om even een klein beetje op adem te komen. En dan gaat Mackay nog maar een keer.
Nee, het was een schijnbeweging. Ja, nu is dus iedereen natuurlijk heel... Maar als je nu een klein gaatje hebt, dan kijk Chantal van de Broek, laat die gaat vertrekken. Hè. Die kent het klappen der zweep. En dan gaat Van Anroy ook gewoon mee. Vinnig met die hele snelle pedaalslag. De 20-jarige en ook Norriskaart weer. En Bastianelli, Five Georgi Mackay, Cecchini, Copponi. Allemaal weer mee. En ook Valérie de Meij, hè. De Belgische zit daar nog steeds bij. Ja, in het paars. Ze gaan niemand meer een meter geven nu. En, Weer een aanval van Five Georgi. Met daarachter Valérie de Meij, de Belgische hier in de kopgroep. We gaan naar de laatste kilometer van deze Kruiwinkelhof. Omloop van het Hageland. De spanning is om te snijden. We horen de wagen van Rodania al aan de finish. Daar is het fot. En hier is dan de laatste bocht. Met Five Georgi, Valérie de Meij, Elena Cecchini, Clara Copponi, Emma Norsgaard, Marta Bastianelli, Shirin van Androoy, Chantal van der Broekblaak en Floortje Mackay. Dat is de kopgroep en daar gaat de winnares uitkomen van deze editie. En wat een fantastisch spannende wedstrijd hebben we vandaag gezien al. En wie gaat het nog durven? Ja, en het gat is groot genoeg. Je ziet het aan de aanwezigheid van de jury en de neutrale wagens, dat er een klein beetje gepokerd kan worden op dit moment. Peloton is ver genoeg. Ja, dit is echt op de nagels bijten. En dan gaat Chantal van den Broekblaak nog een keer. En Shirin van Androoy op het wiel. En ook Copponi daar in het rood, wit en blauw van de Franse ploeg. Emma Norsgaard en aan het wiel van Norsgaard geplakt. Wederom Marta Bastianelli. Maar Chantal van den Broekblaak heeft een heel klein gaatje. Ze komt in de zicht van de vaste camera's. En daar komt ze, Marta Bastianelli, ook in het roze met de witte helm. Floortje Mackay, Marta Bastianelli, gaat ze op herhaling. Wint ze weer hier? Ja hoor, weer wint Marta Bastianelli de omloop van het Hageland. En dit is al haar derde zege van het seizoen. Ja, en hier het peloton met Lotte Kopecky en Lonneke Unneke. En ook Lorena Wiebes daarvoor in. Maar het zal sprinten zijn voor de mindere ereplaatsen. Want we weten dat Marta Bastianelli hier wederom victory kraait. Net zoals ze dat deed in 2016 en net zoals ze dat deed in 2019. Ja, en ook niet gestolen. Hè. Zeker niet. Super slim gereden. Ze had, zat erbij op het juiste moment in de juiste kopgroep. Heeft gaten dicht gereden, heeft gezorgd dat alles bij elkaar bleef en maakt het hier geweldig af. Maar wat een verzet. Ja, je zal je pensioen maar aangekondigd hebben en al je derde zegen binnenhalen. Ja, ze zal misschien ook nog eens na moeten denken, maar ik denk dat het tijd is voor haar familieleven. Als enige nog enigszins in het wiel, ze kijkt achterom en ze weet het niet. Ja, derde maal. En dan is daar nog een... Nou, dat wordt nog een spannende sprint. Ja, een spannende fotofinish. De ceremonie protocolair die is hier aansluitend. Wat een fantastische wedstrijd hebben we hier gezien in het Hageland. Voor de derde keer wint zij hier. En wil eventjes met rust gelaten worden. Om even bij te komen, ze is al super content. Deze Italiaanse is 34. Was natuurlijk al wereldkampioen 15 jaar geleden. Toen was ze nog piep en piep jong. Een van de jongste wereldkampioenen op de weg. Samen met onder andere Diederiksen en Marianne Vos natuurlijk. Die werden als tiener al wereldkampioen. Was dat niet in Mendrisio dat zij... In 2007 was het. Het was in Stuttgart. Stuttgart. En dat was een van de, nou ja, hoeveel tweede plaatsen van Marianne Vos. Dat ze op een Italiaanse stuiten. Ik denk dat het er 6 in totaal zijn geweest. Ja, ik ben zelf bij 2 aanwezig geweest. En, ja. Maar gelukkig heeft Marianne Vos het ook heel dikwijls wel af kunnen maken. Prachtige zegen van deze vrouw, dus Marta Bastianelli. 34, winnares van de Ronde van Vlaanderen, van Gent-Wevelgem. Van de Ronde van Drenthe, van het WK natuurlijk. En nu ook 3 keer de Kruiwinkelhof, omloop van het Hageland. Bravo, Marta.
Ja, en ik ben benieuwd wie de derde was, want ik denk dat het een fotofinish was. Ja, als deze Marta Bastianelli zo goed blijft, dan ja, zij weer eigenlijk terug in 2019. Toen ze Gent-Wevelgem, of toen ze de Ronde van Vlaanderen won. Ja, in deze vorm kan ze dat gewoon nog een keer. Ja, en ik denk dat het toch... Ik zou het niet durven zeggen vanaf dit shot. Nee, ik denk dat het Floortje Makkei gaat zijn. Ik durf dat echt niet te zeggen. Ik denk dat de mensen van de jury daar even naar moeten kijken. Weet dat Janine van Anderen in ieder geval vijfde is. En Clara Copponi, zesde. Voilà, en zo is de groene vlag ook over de streep. En dat betekent dat alle renners in ieder geval gefinished zijn. En de meeste van deze renners zullen dinsdag alweer aan de bak moeten in het Waalse. Le Semain. Ook een heel mooie wedstrijd, ook heel zwaar. Het is een pittig openingsweekend. En hier zitten ze, maakt het toch maar waar, José. Stralend. De eerste werkdag. Maar de eerste koersdag van het jaar was het al raak in Valencia. Ze won ook nog een etappe in de Ronde van Valencia. En nu dan hier weer in haar geliefde Vlaanderen, want ze komt hier zo graag koersen. Ja, dan heb je al 3 overwinningen. En het is nog geen eens maart. Met de Olympische ringen om haar nek. Dat werd ze dan weer niet, Olympisch kampioen. Nee, en dat zal ze dan ook niet meer worden. Nee. Ook mama van 2, geloof ik. Ik dacht één dochtertje. Ongeveer even oud als mijn dochter ook. Nou, misschien dat er nog wat energie is om een rondje op de golfbaan te doen. Maar ik vrees ervoor naar de wedstrijd die we vandaag hebben gezien. Het was een afmattende koers, Martine. Ja, dat komt voornamelijk door het nieuwe uitgetekende parcours. Wat zijn doel zeker niet gemist heeft. Want het was denk ik de bedoeling om die grote massaspurt te ontwijken. Die we al een aantal jaren zien. Wel altijd met een sterk uitgedunde groep. Maar met toch wel dezelfde winnares. Uiteindelijk nog steeds dezelfde winnares, ja. Maar nou, ze laat toch ook wel echt zien dat het... Het voorjaarswerk echt op haar lijf geschreven is. En als ze deze vorm kan behouden of nog zelfs een beetje kan aansterken tot na de Ronde van Vlaanderen, dan staat zij daar zeker ook met een aantal sterren achter haar naam aan de startlijn. De Ronde van Vlaanderen is natuurlijk dan nog wel iets anders als we vandaag hier hebben gezien. Maar qua tactiek en techniek ga je zeker zo'n wedstrijd moeten kunnen rijden. We wachten met smart op het interview met Bastianelli. We hadden natuurlijk voor aanvang van de koers al een interview met haar. En we gaan dat nu natuurlijk weer doen. Dan horen we haar verhaal vandaag van deze omloop van het Hageland. En uiteindelijk is het dus inderdaad Floortje Makkei die de derde plaats heeft genomen. Ja, dat hebben de officials van de fotofinish van de Wielenbond hier in Vlaams-Brabant toch even goed moeten onderzoeken. Ja, want we hebben er toch eventjes op mogen wachten inderdaad. Het was een millimeter of misschien een centimeter werk.
Ja, het zal nog even duren voordat de druiven weer geoogst kunnen worden in september. De flessen hebben ze in ieder geval al klaargezet. Ja, ik vind het wel een geweldig leuk beeld om te zien. Ja, wijngaarden geven natuurlijk altijd een beetje een vakantiegevoel, waar ze ook zijn. Ja, in iedere regio heb je toch wel... Een boel hoor. Ja, er wordt best wel veel wijn verbouwd hier in de regio. Het is natuurlijk sowieso vruchtbare grond hier in het Hageland. Ja, kijk, fantastisch mooi beeld hier in de omgeving. Iets minder hoogteverschil dan we in de Vlaamse Ardennen hebben, zoals in de omloop. Maar toch, met al die kleine klimmetjes die dan wel wat korter zijn, krijg je toch een hele intensieve wedstrijd, zoals vandaag. Ja, het parcours is natuurlijk van brede banen naar heel smalle baantjes, soms niet veel breder als een fietspad. Dat maakt het super moeilijk om van voren te blijven. Veel onrust in het peloton vaak, valpartijen of mensen die van de weg raken, wat ik al zei. Terug moeten komen... Na een bocht aanzetten is wat uiteindelijk je spieren helemaal leeg maakt natuurlijk. En dan maakt dit soort wedstrijden gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Nou ja, Marta Bastianelli had het voor vertrek natuurlijk al over een Belgisch biertje. Ja, ze zal er vast eentje aangeboden krijgen door brouwerij Kruiwinkelhof. En we zullen eens horen of ze zin heeft in een pintje, die Marta Bastianelli. Ja, we kwamen wel om te winnen natuurlijk. We hebben een sterke sprinter. Maar uiteindelijk pakt het zo uit. En was het kijken hoe we uit deze kopgroep konden winnen. Met eigenlijk wel een van alle sterkste sprinters ook voorin. Dus dan is het een mooie plek. Wat een wedstrijd heb jij gereden. Hè? Het hield niet op je aanvallen. Ja, nee, ja, vooral in de finale. Ik dacht, hoe kan ik deze sterke sprinters hier lossen? En dan was dat eigenlijk alles wat we konden doen, ja. Misschien achteraf gezien net iets te veel aangevallen, dat je dat nog wat tekort kwam in de sprint? Ja, misschien wel, maar ik weet wel dat mijn kwaliteit wat meer is. En ze hoeven maar te twijfelen en je bent weg natuurlijk. Dus dat is altijd een beetje een beetje afwegen. Hoe kun je hier het beste die mijlen lossen? En dat was toch wel op deze manier, dacht ik. Op een kilometer of vier van de streep van ik ga het even alleen proberen en hopelijk valt het stil. Ja, we waren natuurlijk met z'n vier of vijf weg en ja, dan heb je wel de twee sterkste sprinters van het veld mee. Ja, dus op een of andere manier moet je die dan toch nog wel zien te lossen en ik dacht dit is dan de enige manier. Ik moet nog even trainen om net dat stukje dan wel extra wat harder te rijden, maar dat was het, ja. En Bastianelli natuurlijk ook heel slim alles op die sprint gezet en dan die sprint laten aankomen. Ja, en terecht is hier, was de snelste in de kopgroep, samen met Noorskaart. Dus dan kan zij alles dichtrijden in principe. Dankjewel. Dank je. Ja, Floortje Makkai zei, ik heb ook eigenlijk niet heel veel andere opties dan aan te vallen. Ja, dat is wat ik al zei toen straks. Het is haar kracht om weg te rijden. Maar je ziet dat ze dan toch eindelijk ook wel een hele sterke sprint nog rijdt. En ja, dan ga je achteraf misschien inderdaad wel bedenken van had ik dan toch niet beter afgewacht. Maar ze heeft ook wel vier fietslengtes achter op Marta Bastianelli. Daar moet je ook wel heel realistisch in zijn. Ik denk dat haar beste kans was. Ja, Marta Bastianelli. Eens kijken of ze zin heeft in een biertje van de Kruiwinkelhof. Marta Bastianelli, the first rider to win Omloop van het Hageland 3 times. You have to be over the moon. I win also one time more in 2019. Today it's a special day because it's a long break. And I have one another fast and important girl with me. It's Nosgard. And I try have the best in the sprint, and I am well, and okay, it's very good and nice. Yeah, how happy are you with this victory? Yeah, it's very happy because for me, for team, for new team, it's all time special day. Race with this t-shirt, this new color, and I hope the season goes so, because it's a very special start.
You put it all on the line to take it to the sprint, but it wasn't easy to take it to the sprint. It was a very, very hard race. No, it's very hard race because in the last K, all riders try to go alone, and I follow all attack, and my legs for course it's very, very full. But in the sprint, when you say in the sprint and you look at the finish all time, it's important, and I go for the best. Take us back in the last couple of 100 meters. What happened? Describe the sprint. The sprint in the final, it's a little bit confusion because it's very slowly in the last 1K, and finish in the all rider move right, and I go left alone. The way it's long, but I know in the right the all riders stay together, and for me it's a difficult exit, and I go alone left. For the start, you told me I want to drink some beers today, so you're gonna get your beers now. Yeah, I win also for the beer. Thank you very much. Thank you. Thanks. Ja, dat is het mooie als de hoofdsponsor van je koers ook een bierbrouwerij is. Bastianelli kijkt uit naar een lekker blond biertje van brouwerij Kruiwinkelhof. Nou, dat is natuurlijk een mooie prijs. Ja, en ik was ook heel mooi om te horen hoe tactisch zij toch nog in die sprint was. Omdat ze zei van ik ben alleen uitgekomen aan de linkerkant. Omdat rechts alle rensters willen blijven. Omdat dat de kortste baan is. En ik ben links gegaan. Dat is misschien wat langer. Maar dan heb ik alle vrijheid kunnen pakken. En zo heb ik kunnen winnen. Dat had getuigd maar weer van haar professionaliteit en haar koersinzicht. Ze zei ook dat het een heel zware wedstrijd was, inderdaad. En dat er veel aanvallen waren die ze dan constant moest beantwoorden. En dat het de laatste kilometer heel traag ging, waardoor het voor haar een moeilijke sprint was geworden. En ze had zin in het biertje. Ja, nou, dat begrijp ik wel. Dat flesje water ging ook vrij snel naar binnen. Maar dat zal zometeen op het podium wel het geval zijn, verwacht ik. Dat er biertjes worden uitgedeeld. Ja, ik denk dat ze genoeg tips heeft gegeven en hints heeft gegeven. En dat ze graag een Belgisch biertje drinkt. Hier is dat moment waarschijnlijk al geweest dat ze... Ja, ze zei ze ging aan de linkerkant. Ja, dat zie je ook. En ze reed een beetje schuin voor Norsgaard langs, maar ja, die was toch al in geslagen positie. Ja, ik denk dat stukje wat ze bedoelt is waarschijnlijk net voor dat beeld dat we net hebben gezien. Dat ze aan de buitenkant er voorbij is gegaan. Goh, dat gaat op dat zo'n moment zo snel. Als je daar nog over na kan denken op het moment dat je na 128 kilometer een sprint aangaat. Dan ben je toch nog heel erg bij de zaken. En ben je ook in supervorm. Ik ben benieuwd naar haar komende weken. En haar prestaties. Ja, ze zal in alle... voorjaarsklassiekers, het Vlaamse, toch echt een belangrijke rol gaan spelen. Goed, ja, we hebben een interview gehad met de winnares. En dan is het nu tijd om eens even naar de hoogtepunten van deze omloop van het Hageland te kijken. Start werd gegeven door koersdirecteur Roger. Dan was het start voor de 143 rensters hier aan het vertrek met Lieke Nooyen vooraan hier met de kleding van Park Hotel. Een aanval dan van twee rensters, Marlen Reusser, de Zwitserse kampioene, en Alicia González. Esmee Peperkamp probeert daar naartoe te komen, maar hier is Ellen van Dijk, de voormalige winnares, en dan Charlotte Kool. Die in haar eentje de oversteek maakt naar de drie leidsters. Naar Audrey Cordon-Hago, Marlen Reusser en Alicia González. Flora Perkins probeerde dat nog in haar eentje. Maar ja, dat was natuurlijk een ongelooflijk moeilijke taak. En zij redden het niet. En dit is ja, toch 80 kilometer van de finish. Met een mooie voorsprong op het peloton. 55 seconden en 30 seconden op deze Flora Perkins, de Britse. Die wordt dan bijgehaald door het peloton. Aangevoerd door Grace Brown. Deze Ellen van Dijk ontspannen, even zwaaien naar het thuisfront. Hier zijn we weer bij onze vier leiders die toch een mooie voorsprong bij elkaar kregen. Cordon-Hago, González, Reusser en Kool. Maar toch hier op de uitlopers van de Roezelberg.
een van de grote rondes weer bijgehaald worden. En toen was het slag om slinger demareren met onder andere de Belgische kampioene Lotte Kopecky. Samen met Oyarbide, de Spaanse, in haar wiel. Er ontstonden heel veel kopgroepen, steeds verschillende en wisselende koersomstandigheden. Hier een kopgroep met Norsgaard, Reusser, Hengeveld, hier Wiebes, Kopecky en Van Dijk die daar naartoe reden. Toen dachten we, ja, we hebben hier een kopgroep met de nummer 1 en 2 van het WK tijdrijden. We hebben de Europese kampioenen tijdrijden, Kwadzini, we hebben Hengeveld, we hebben Fiver Georgie, Lorena Wiebes, Emma Norsgaard. Ja, dit blijft wel weg. Maar nee, ook dat bleef niet weg, want deze groep met Lotte Kopecky werd ook ingerekend. En dan is het aan Chantal van den Broek-Blaak om het peloton op gang te trekken en naar de twee overgebleven rensters van die kopgroep te gaan. En dat waren Fiver Georgie en Danique Hengeveld. Elena Cecchini dan hier op de kasseien. In één keer door. Erop en erover met Fiver Georgie met Norsgaard. En dan weer een nieuwe situatie. Twee rensters van ST Works met Blaak en Cecchini. En deze Sylvia Persico, de bronzen medaillewinnares van het WK tijdrijden, veldrijden. Ja, die probeert in er eentje die oversteek te maken, maar dat wordt een chasse patat. En dan hebben we deze groep uiteindelijk met twee rensters van ST Works, Blaak en Cecchini. We hebben Norsgaard en Bianic van Movistar, Floortje Makkai en Fiver Georgie voorin. We hebben de Belgische Valerie de Meij. We hebben ook Marta Bastianelli als oud-winnares hier, Shirin van Androoy, de jonge Nederlandse van Trek Segafredo. En ook nog Clara Copponi, de nummer 5 van de Omloop het Nieuwsblad gisteren. Dat is toch wel de beslissende kopgroep. Ondanks het werk hier van de rensters van AF Education. Dan weer op de Roezelberg. Een schifting in de kopgroep met Van Androoy, Norsgaard, Bastianelli, Cecchini en Floortje Makkai. Die het gaat proberen. We zijn nu op 5 kilometer van de aankomst. En Makkai weet, ja, in de sprint red ik het niet. En misschien is dit wel het goede moment. Maar helaas, voor haar was het Chantal van den Broek-Blaak die dit dichtreed. En uiteindelijk weer Norsgaard en Bastianelli en ook Clara Copponi. Van Androoy en ook Valerie de Meij daar in tweede positie terugbracht. En dan komen we in het lange laatste stuk met een sprint tussen Marta Bastianelli en Norsgaard. Maar eigenlijk niet eens een sprint, want ze was gewoon de allersterkste. Moest veel werk in haar eentje opknappen. Had geen ploegmaat in die kopgroep. Maar wint hier wel voor de derde keer de omloop van het Hageland. Op het podium. Samen met Floortje Makkai. In de fotofinish daar. Toch derde geworden. Op de tweede plaats vinden we dan Emma Norsgaard. De Deense van Team Movistar. En op het hoogste treetje is het voor de derde keer alweer. Want ze deed het in 2016. In 2019. En nu in 2021. Ja, en in 2019, Martine, won ze ook de Ronde van Vlaanderen. Ja, dus als ze dat kan herhalen, dan zal zij heel tevreden zijn. Maar de Ronde van Vlaanderen is toch weer een heel andere wedstrijd. En we zijn nog een paar weken er vandaan. Het is natuurlijk pas in april. De 3e april is de Ronde van Vlaanderen. Ja, dan gaan we deze dame ook zien. Emma Norsgaard. Ja, die zal dan aan de zijde van Annemiek van Vleuten waarschijnlijk starten. En gaat het voor Bastianelli toch een moeilijke taak worden. Maar het is haar ook meer als gegund om, om natuurlijk die overwinning nog eens binnen te halen. Ja, ze gaf ook aan, het is een trots moment dat ze dat met die nieuwe ploeg kan doen. De ploeg die toch vrij laat werd aangekondigd. Een World Tour ploeg verbonden aan Team Emirates, dus de ploeg van onder andere Tadej Pogacar. Overigens zonder de vriendin van Pogacar, die rijdt nog bij Bike Exchange. Hallo. Nou, het is even wachten op Marta. Ja. Floortje staat er met al haar spullen. Ja, die denkt, ik kan zo de bus in. Mooie cadeaupakket daar, denk ik, van de Kraaiwinkelhof. Ik zat nog even neerzetten als ik jou was. Ook een zeer goed lachse dame, hè, Floortje Makkai. Het is nog een klein beetje wacht op Marta Bastianelli, maar ze zal. Wel, daar zullen de biertjes in zitten, nou, Jozef. Dat denk ik, hè. Het cadeaupakket.
we wachten nog steeds op de winnares. Iedereen kijkt. Ondertussen wordt er wel al besproken wat er het eerst genuttigd gaat worden. Ja, en wat er allemaal in zit. Wat is de gekste prijs die jij ooit hebt gewonnen? Goh, ik, in de Thüringen Rundfahrt vroeger werd altijd aan de beste jongeren elke dag een prijs uitgereikt. En dat was altijd een keukentoestel. Dus dat was of een mixer of een koffiemachine. Was echt met gedachten van de nieuwe uitzet voor die renster. Dus ik ben ooit... Een mixer? Ja, nee, ik had elke dag die prijs. Oh, dus ik had, dus had je hele uitzet bij elkaar? Ja, ik was al heel ver. Ik was pas 16 jaar, dus ik was er nog niet echt mee bezig. Maar nu zal ze dan toch... hier is ze dan toch uiteindelijk, Marta. Ja, er zijn veel... Ik heb ook ooit eens een kaasje gewonnen. Gewoon een kaas. Oh. Dat was het enige, toen ik nog heel jong was. Maar ze verzinnen altijd wel eens wat. Kijk, ze stralen. Ze is echt wel heel blij om inderdaad haar nieuwe ploeg deze overwinning te schenken. Ja, zij is natuurlijk by far de grootste naam in deze ploeg. Ook Sofia Bertizzolo, een paar jaar geleden toch ontzettend goed. Ook de beste jongere geworden in de World Tour. Maar ja, daarna zakte het een klein beetje in. En verder in die ploeg Alessia Patuelli, Anna Trevisi, Laura Tomassi, allerlei jonge Italiaanse die zich natuurlijk optrekken aan deze Marta Bastianelli. En Eugenia Bujak, de ervaren rijdster uit Slovenië. Want ja, deze ploeg komt voort uit Ale BTC Ljubljana. Ja, en ik denk dat ze op deze manier een hele mooie doorstart hebben kunnen maken met de ploeg. En ook heel veel ervaring in huis hebben inderdaad met heel veel rensters. En de ploegleider heeft de prachtige voornaam Fortunato. En dat betekent natuurlijk geluk. Ja, ja, en is ook nog mijn ploegleider geweest. En Marta is trouwens ook nog 1 jaar mijn ploeggenoot geweest. Maar is dat jaar toen helaas door omstandigheden niet in actie kunnen komen. Ik ben met haar op stage geweest. En is een heel goedlachse, ontspannen meid die heel hard werkt voor haar sport. En dat resulteert natuurlijk in dit soort resultaat. Ze is natuurlijk even geschorst geweest ook. Mooie foto van een groot kampioene, Marta Bastianelli. En dan de jeugd ernaast, Flotje Makkai en Emma Norsgaard. Prachtig podium hoor, hier in deze hele spannende editie van de Kruiwinkelhof omloop van het Lageland. Ja, en dan moeten we natuurlijk afsluiten met de Floorbergtoren. Toch altijd het afscheidpunt hier van deze wedstrijd. Ik heb het met veel plezier voor u gebracht, samen met Martine Bras. Mijn naam is... José Been, en ik hoop dat u, net zoals wij, ontzettend genoten heeft van deze hele mooie wedstrijd voor de vrouwen.